Welkom, vandaag neem ik jullie mee naar de Nationaal Oldtimer Dag in Lelystad. Het evenement wordt gehouden bij de Batavia Boulevard in Lelystad. Dit evenement is bedoeld voor klassieke auto's, vrachtauto's en brandweerwagens. Het evenement begint om 8 uur en zal om 5 uur in de middag eindigen. Om 10 uur is de ontvangst van de burgemeester in een mooie Rolls Royce. Bij dit evenement zit ook een rondrit van 20 en 40 kilometer door Lelystad. De start van de rondrit en de officiële opening door de burgemeester is om 12 uur. Auto's van 40 jaar en ouder kunnen meedoen aan deze oldtimerdag. Tussen 4 uur en 4:30 is deze dag de prijsuitreiking voor de oldtimers. Dit jaar is een speciale aandacht voor onder andere Chrysler die 100 jaar bestaat, voor de Volkswagen Scirocco, MG die 100 jaar bestaat, Formule 1 simracen, voor de historische brandweervoertuigen, voor de historische auto's die gebouwd zijn voor de 40 jaren en nog meer. Op het terrein zelf zijn de bestaande horecazaken deze dag gewoon geopend. En er is een aanvullend horecaplein aanwezig. Ook zullen over het hele terrein verschillende foodtrucks aanwezig zijn. Er zijn ook kinderattracties en muziek voor het parkeren. Je kan het beste parkeren bij de Bataviastad. Volg hiervoor de borden en de aanwijzingen van de verkeersleiders. Een dagkaart voor het parkeren kost je 3 euro. Het evenement is gratis voor de bezoekers en voor de deelnemers. Ik hoop dat we een hoop leuke en interessante dingen gezien. We gaan nu rijden en we zien u weer daar. Hoi! Zo, we zijn aangekomen bij de Nationale Oldtimerdag in Lelystad. We gaan even lekker rondkijken. Thank you.
jongens, dat denk je wel. Maar ik wil je nog meer doen, want ik zeg, ja, Thank you.
diverse mensen bezig hier om er een enorm spektakel van te maken. En allemaal met een jas aan van de Nationale Oldtimerdag. Tuurlijk zijn er nog veel meer, maar dames en heren, zij zijn een jaar lang bezig met voorbereidingen voor dit spektakel. En het maakt niet uit waar u staat, als u mij kan horen en u ziet vast wat de mensen met die blauwe of van die gele jassen staan, geef ze even een heel groot applaus, want zij zorgen ervoor dat wij de... Hier deze dames en heren, een hele mooie jas aan van de KNRM. Arnold Bel, goedemiddag hebben we het nu net. Welkom hier weer. Goedemiddag. Wij hebben een hele speciale dag en jullie hebben eigenlijk een heel speciaal jaar. Kun je daar heel kort wat over vertellen? KNRM is 200 jaar dit jaar. Nou, dat vieren we natuurlijk uitgebreid. We hebben het hele jaar al in het land activiteiten en vandaag hier in deze stad. En wat zijn die activiteiten dan? Je kunt, als je donateur bent, kun je bij ons meevaren op de boot, op de oude historische boten. En als je niet donateur bent, word je gewoon directeur, kun je alsnog meevaren. En dat doen we de hele dag door. Hartstikke leuk. Nou, wat fijn dat jullie hier weer aanwezig zijn met de Nationale Historische Reddingsbootdag. Ik lees het voor van je jas, want het is een hele mond vol. Wat goed dat jullie weer zijn en wat fijn ook hier bij die opening, want we gaan hem nu echt openen. Ik ga richting de burgemeester, dames en heren. Kom maar gezellig wijs aan, Arnold. Mag hartstikke. Dan ga ik het woord geven en geef er een heel groot applaus. Dames en heren, de burgemeester van Lelystad, Mieke Walters. Ja, beste Lelystedelingen, beste deelnemers en natuurlijk alle bezoekers aan onze stad. Het is voor mij een ontzettend grote eer om vandaag de 38e editie van de Nationale Oldtimersdag in onze stad te mogen openen. Al 40 jaar een prachtige traditie. 2 jaar er natuurlijk tussenuit vanwege corona, maar het is een evenement met internationale status. En het is opgenomen in het netwerk van het Immaterieel erfgoed, hè? Zo heet dat. En dat is heel bijzonder. En het is bovendien het grootste gratis toegankelijke eendaagse evenement van Lelystad. En een begrip in heel de Benelux. En als u het mij vraagt, is het hier vandaag gewoon de allerleukste plek om te zijn op Vaderdag. En dit jaar is het extra bijzonder, het is al gezegd, hè? Want we vieren ook in de samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de KNRM, het 200-jarig bestaan. En zij vullen de havens van Batavia met de historische reddingsschepen. Ik heb net ook al een rondje gevaren. 400 oldtimers op het land en de reddingsschepen op het water. Ja, eigenlijk vervlogen tijden die herleven hier nu vandaag in onze stad en op een unieke manier. En dat alles was er nooit geweest als er niet een geweldige organisatie achter stond, die keihard heeft gewerkt. En reken maar op dat het dit jaar, hij loopt even weg natuurlijk, de voorzitter, maar dit jaar extra inspanning heeft gekocht. En al vanaf september, volgens mij beginnen jullie bij wijze van spreken morgen alweer met de organisatie voor volgend jaar. Maar vanaf september is er dus hard gewerkt om het vandaag, op deze zondag, weer tot een groot succes te maken. En het is een werk van een kleine groep mensen, maar we hebben het er vanochtend nog over gehad. In totaal gaat het zeker om 150 vrijwilligers die zich vandaag inzetten. En die hebben ervoor gezorgd dat het gaat plaatsvinden vandaag en dat we zo'n prachtig feest hebben. Of het nu gaat om de verkeersregelaars of de begeleiders van het Kidsplein. Het is van jonge mensen, de jonge scouts, tot ook de wat oudere mensen die het werkzame leven achter zich hebben gelaten. Iedereen zet zich in en draagt bij tot deze geweldige dag. En ik wil daarom ook nogmaals zeggen, dank jullie wel voor die inzet, want zonder jullie zou het niet mogelijk zijn. Het waait vandaag, ja, geef maar een applaus. Dat is echt belangrijk. Het waait een beetje, dus ik zit met mijn plaatjes. De toerit vandaag, die ik zo echt ga starten, hè, want dat is de opening, die bestaat uit 2 routes. 1 van 20 en 1 van 40 kilometer. En die gaan slingerend door de wijken bij ons in de stad. En zo krijgen de oldtimerbezitters een prachtig beeld van onze mooie stad. En de inwoners die zien 400 historische automobielen aan zich voorbij trekken. En er is hier ook ter plaatse ontzettend veel te beleven voor alle bezoekers. De oldtimers, de brandweer, de vrachtwagens uit het verleden. 2 jubilerende automerken met hun modellen in een line-up van toen naar nu. Foodtrucks, Kidsplein, ik noemde het net al op. Varen met de KNRM.
bezoek aan de Markerwarden, Bataviastad, Bataviawerk of het terrasje bezoeken. Het is vandaag één groot feest. En daarom verklaar ik hierbij de 38e editie van de Nationale Oldtimerdag in Lelystad voor geopend. Dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Geef er een heel groot applaus. De burgemeester van Lelystad, Mieke Maltes. Ja, en dan gaan we dat openen op een hele bijzondere manier. Want ik zie dat de voorzitter van de Nationale Oldtimerdag een heel bijzonder rallybordje bij zich heeft. Daar staan normaal gesproken nummers op, maar deze is nu net even anders. En ik denk dat deze officieel overhandigd gaat worden. Ja, ik ga even aan de kant voor de camera's allemaal. Zo, sta ik uit het shot. Dames en heren, de allereerste voertuig wat we zo meteen zien gaan vertrekken, heeft een heel bijzonder nummer. Dat staat namelijk op BM Bernard Marinus. En dat staat natuurlijk voor burgemeester. En dat is heel bijzonder als je daarmee mag wegrijden. Zometeen zal de burgemeester wegrijden in dit voertuig wat hier voor mij staat. En dat is een Rolls-Royce Phantom 3 DAC Fastback van voor de coupé uit 1936. En dat is heel bijzonder. Sterker nog, hij is zo bijzonder dat u hem kan herkennen. Want volgens mij stond hij zelfs op de poster, dames en heren. Dus, nou, hartstikke mooi. Als zometeen de burgemeester wegrijdt, dan is hij officieel geopend. En dan kunnen we echt gaan beginnen. En dan gaan we hier kijken wat voor mooie voertuigen wij allemaal paraat hebben staan. Kijk, de burgemeester wordt netjes neergezet. Dank u wel, Tony. Hartstikke fijn dat u er ook weer bent met uw voertuig. Hij is echt heel mooi. Zo, u kunt ook instappen. In de Rolls-Royce Phantom 3 DHC Fastback van voor de coupé uit 1936, dames en heren. En dan het moment, hij loopt al, want ik zie langzaamaan puffjes uit de uitlaat komen. Dat is hartstikke goed. Zo, nou, daar gaan we dan. Hij wordt in de versnelling gezet en dan onder een luid applaus vertrekt de burgemeester met de Rolls-Royce en is daarmee het. Het is geopend! We kunnen beginnen, dames en heren. We gaan eens even kijken met de startnummer 1. Ja, komt u alsjeblieft een stukje verder voorrijden, want dat is misschien wel heel erg belangrijk. Ja, want dan kunnen de mensen u hartstikke goed zien. Ja, en dan loop ik automatisch naar deze kant, maar ja, de stuur zit aan, ik denk, de goede kant, hè? Klopt dat? Wilt u wat zeggen? Mag ik, of zal ik even... Nee, kom even naar die kant toe, dat is veel makkelijker. Ja, de stuur zit aan het goede kant, hè, meneer? Dat klopt. En het is altijd zo geweest. Ik heb er helemaal op ingesteld. En kunt u vertellen wat het merk is en het type van dit voertuig waar u in zit? En echt ook van binnen ziet hij er prachtig uit. Het is een Bentley en het is een one-off. Dat betekent dat er één exemplaar zo van gemaakt is, wat de carrosserie betreft, bouwjaar 1935. En al 110 pk zie je staan, hè? Ja, 110 pk. Ik gebruik ze niet altijd, hoor. Maar vandaag heel eventjes wel om door het Lelystadse landschap te... Even een scheutje erbij, daar hou ik nog van. Ja. Dank u wel. Met startnummer 1, de Bentley Coupé Derby die hier vertrekt bij de Oldtimerdag. Gaat uw gang! Ja, en dan kijk ik al verder naar het voertuig met start nummer 2. En dat is een heuse Citroën, als ik dat helemaal goed zie. Een 10A Rosa Lee, zeg ik dan goed, meneer. Komt u maar een stukje verder rijden, want dan kunnen de mensen u goed zien. Ja, het is een beetje oprijden zo, hartstikke goed. Zo, meneer, ik neem aan dat hij bij u binnen in de schuur staat. Want deze auto kan niet het hele jaar buiten staan, denk ik, hè? Die staat normaal in de schuur, maar het zou leuk en dit te zijn. Dat komt naar buiten. En dat is dit er één van inderdaad. Hoe lang bent u al trots eigenaar van dit voertuig? Ik ben eigenaar van dit voertuig, 75 jaar. Wauw, dus u heeft hem al heel lang in uw bezit. En is dat heel veel onderhoud, zo'n voertuig? Of zegt u van joh, hij hoeft er alleen maar uit op het moment dat we een tourrit gaan maken? Nou, je moet wel inderdaad onderhoud doen. Want hij is Oh, dat is een hele goede verdeling. Nou, wij wensen u heel veel plezier met de tourrit. En nou ja, we zien u straks weer geparkeerd hier op het havenhoofdheen. En dan kunnen we weer genieten van deze mooie auto. Veel plezier! Ja, en dan komt startnummertje 4 weer langzaamaan aangerold. En die komt opgeleid om hier te zetten. Hé, hey, wat leuk. Ik zie iemand uit Lelystad met een Dodge. Jazeker, Lelystedeling, vanuit welkom. Goedendag. Ja, wat kunnen we nou voor iets moois vertellen over deze auto? Want het is echt een prachtig object. 1921, meer dan 100 jaar oud.
en rijdt op de stad elke dag. Gebruikt u hem elke dag? Nou, dat niet. Alleen boodschappen te doen. Oh, even boodschappen doen. Hier kom je bij de supermarkt, hoef je ook geen parkeergeld te betalen. Nee. En ik kijk eventjes, ja, is dit nou houten spaken of is dit wel metaal? Houten spaakmiddelen. Oh, wauw. Nou, ga een lekker rondje rijden. Komt u door uw eigen wijk heen vandaag? Ja. Nou, letterlijk een thuiswedstrijd. Ga ervan genieten. Heel veel plezier. En was Timon weer te weg? Timon was weer te weg. Helemaal goed. Zo, goed in de voorbereiding met de mooie show. Ik heb het zelf nog niet. Is die bekend, het startnummer? Ah, dat maakt eigenlijk ook niet uit. U heeft nummer 5, zegt u. Ja. En u heeft een hele mooie Peugeot bij u. Ja, dat klopt. Peugeot's antwoord op Citroën Traction Avant. Deze is dus uit 1936. Of 1935 op het Salon de l'Automobile in Parijs geïntroduceerd. En het grote voorbeeld was Chrysler. Het bestaat trouwens 100 jaar nu. Die heeft dus in 1934 de Chrysler Airflow uitgebracht. En daar is dit dus Peugeot's antwoord ook op de stroomlijn. Wauw, met deze prachtige Peugeot, met startnummer 5, met een hele mooie... Het is wel grappig, want de richting aanwijzer, wij kennen ze nu als lampjes. Maar u heeft echt nog zo'n schuifje die open gaat. Het originele knipperlicht, ja, zoals dat nu nog werkt. Ja, daar in de stad ligt, moet hij meeknippen, hè, Jan. Ja, dat vinden we belangrijk, hè, vanwege de veiligheid. Nou, ik wens u een hele prettige toerrit en zie u graag terug met uw Peugeot. Dank u wel. Ja, komt u maar een stukje verder voorrijden met uw prachtige voertuig. En dan is het misschien leuk, want u bent helemaal in kledij. Misschien is het handig dat u even uitstapt, dat u even een rondje rond de auto loopt. Kunnen de dames en heren zien hoe mooi u gekleed bent? Want daar worden geloof ik ook punten voor uitgedeeld vandaag. Ja, geef hem een groot applaus. Ja, zeker. Hartstikke mooi. Loop even een rondje eromheen, want dan kunnen de mensen aan die kant u ook zien. Kijk eens even. En een hele mooie buiging erbij. Doe het altijd goed op de film. Kijk eens. Ja, en als ik hier dan toch sta bij de... U heeft een heel bijzonder, ja, dat heet een beeldmerk hier voorop. Eagle. Dat is een Eagle. Maar het is een Chevrolet. Het is een Chevrolet. Ja, helemaal. En die had als hoedornement een Eagle. Dus, en uit welk bouwjaar komt dit voor? 1941 zijn. Dus tot en met 1940. En dan kun je deelnemen aan deze dag. Het Lelystadse landschap. Ja, dat is een heel mooi standaard aan het stuur. Zo noemen we dat. Wat is het merk van dit voertuig? Vispano Sisa. Dat hoor je niet vaak. Nee, er zijn ook 2200 gaan gebouwd in 10 jaar tijd. Dus ze zijn er niet veel over. Nummer 2. En weet u er ook hoeveel daarvan nog rijden? Of bent u echt de enige nog? Dat weet ik niet. Nee, de meeste staan in de regio. Maar ik rijd er graag. Ik heb er al 20.000 kilometer mee gereden. Wauw, en vandaag ook aanwezig bij de Nationale Oldtimerdag. En dat zit je achterin, want daar zit een soort ruimte tussen. Dan kan je niet zwanger zijn, anders pas je niet. Dus beter niet zwanger als je hier achterin wil zitten. Het ziet er inderdaad ja, vrij beperkt qua ruimte uit, maar wel heel erg mooi. En leuk nieuwtje, als je veel koeien optrekt, dan werkt de koeien niet helemaal. Ja? Kan je de uitlaat open zetten? Dan kan je de koeien weg, ja. Wauw, dat is een manier om de koeien weg te jagen hier in het Lelystadse landschap. Nou, gaat u het maar proberen in Ruitenberg, het prachtige voertuig. Dank u wel dat u er aanwezig bent bij de Nationale Oldtimerdag hier in Lelystad. Gaan we door met start nummer 11. Komt u maar een stuk landschap. Zo. Komt u maar verder, komt u maar verder. Jazeker, ja, geen brandstofbuien inderdaad. Haha, veel plezier. Mooi koffer ook achterom, hartstikke leuk. Kom je maar verder. Het is een doel. Start nummer 4. En dan ga ik de jury wijzen op een detail. En dan mag u eigenlijk even richting de jury lopen, want ik wil even dat u uw machetknopen laat zien. Want ja, we werken aan details vandaag, dames en heren. Geef meneer ondertussen een groot applaus, hè. Heel mooie kleding hier. Ja, ik voel. Voor de mensen die dit niet kunnen zien, meneer heeft de machetknoppen van dit voertuig ook helemaal. Is hij ook van dit voertuig? Ja. Helemaal goed, helemaal goed. Nou, gaat u er lekker in zitten. Want ja, u wilt natuurlijk wel met dit voertuig een rondje rijden. Deze Buick, uit welk jaar komt deze Buick? 1929.
29 en gewoon nog lekker lopen en gewoon nog met de bak. Doet u alle edities mee van de bak? Veel. Veel, want af en toe moeten we ook even vakantie houden. Hè? Helemaal goed. Nou, ga ervan genieten. Dank u wel dat u hier wil zijn. Met de Buick. Ga mee door. We gaan even terug in de tijd. Rijdt wel iets verder, want ik kan de jury die hartstikke goed zitten geweest. Ze is jarig. Ja. Nou, dames en heren, geef een groot applaus, want het voertuig is jarig. De Buick is jarig. Gaat u lekker een rondje rijden door Lelystad heen. Dank u wel voor uw komst en van harte gefeliciteerd met de verjaardag van dit voertuig. Komt er maar door met starten. Een pierre lekker. En wat is hij mooi en wat is hij lang oké. Okay. Met heel mooie witte banden. Zo zeg maar, die zijkanten waren helemaal wit. En u bent helemaal in kledingdracht. Dus komt u alsjeblieft even uitstappen. Want dan kunnen wij even kijken naar de prachtige kledij. En een hoed natuurlijk. Let op, dan loopt meneer eventjes om het voertuig heen. Want er zit nog een dame naast. En met zo'n Cadillac. Och. Kijk, twee, stapt u even uit en dan krijgt u een groot applaus van het publiek. Zo, nou en als we allemaal de jury hebben laten zien, dan gaan we weer deze fantastische moeder. Ja, mevrouw moet natuurlijk weer eerst eens even instappen en dan moet meneer ook weer instappen. Kijk eens even, het is één doorlopend bankje, je kan er ook in kijken en die grill hier is helemaal van chrome. Een Cadillac V8 staat erop. En nou moet ik toch even iets vragen over de type aanduiding, want er staat, ik heb er staan een merken waarvan, klopt dat? Nee hoor, dus de Cadillac 353 Coupé Convertible. De werken dan vooruit van achter. Dat wou ik zeggen inderdaad, ja, dat kreeg ik even afzetten. Dat is weer altijd. Maar Dougie zit er vandaag voor de gelegenheid even op, hè. Eventjes dicht houden, de convertible. Ja, dat is. Als het mooi weer komt, is het er ook zo af. Oh, nou, gaat u lekker door het Lelystadse landschap heen rijden. Wat fijn dat u er bent, dank u wel. En wij genieten van het voertuig. Als u wegrijdt. Ja, dat kan. Het start nummer 18 vandaag in Nederland. En de laatste. Kijk eens eventjes met touwen, met toeren. Aan zijn kant staat een jettekennetje met water. U heeft prachtig mooie kleding aan. Ik kan u bijna niet horen, maar u heeft een fantastische auto. En ik wil u graag als u weer kijkt om even dat geluid te houden. Niet aan het rijden, maar wel het geluid heeft geplaatst. Ga maar door. De tweede plan nog bij je opstap. Hou je spaken, heeft hij ook nog. Hartstikke mooi om te zien aan. Een Rolls Royce 20 heb ik mij laten vertellen. Maar dat gaan we natuurlijk even verifiëren. Want ik ben heel benieuwd, meneer. Uit welk bouwjaar komt dit voertuig? Hij is van 23. Dus het is een eeuweling. Hij is meer dan 100 jaar oud. Wauw, wat een mooi voertuig. Hoe lang bent u eigenaar van dit voertuig? Ik heb een jaar of 9 gekocht. En we hebben er ook 8-9 jaar aan gewerkt. Hij is redelijk helemaal zo lang, zeg maar, eigenaar bent van het voertuig om helemaal uit elkaar heeft te laten halen. En om opnieuw in elkaar te laten applaudisseren, hoor, dames en heren. Komt u verder met startnummer 24. Komt u naar voren voor de jury rijden. Zo, ja, en dan komt met het GB-logo staat erop en een nummer 6. Oh, ik loop automatisch naar deze kant, maar het moet helemaal aan de andere kant zijn, want de stoel zit aan het goede kant. Ik zie een 6 erop staan. Betekent dat dit eigenlijk ook een raceauto is? Klopt, deze auto heeft een racehistorie waarbij de motor... Met startnummer 3. Ja, anders dan zaten er 4 gedogen, of niet? Helemaal. Wat voor een mooie voertuig is dit? Wat kunt u vertellen over de Chevrolet? Chevrolet 27, een raceauto. Winnaar. Vandaag. U noemt hem zelf al even. Zo mag hoor, maakt mij niet uit. Maar hij heeft een race erop staan. Maar heeft hij ook al ritten gewonnen? Nee. Hij heeft erop. Duitsland. Ja. Een rally gereden met dit voertuig. Nou, helemaal goed. Nou, rijd er rustig mee weg alsjeblieft. Want dat is hartstikke... Dat lukt niet, hè? Helemaal goed. Nou, dank u wel dat u hier ook weer aanwezig wil zijn. En heel veel plezier met de tour. Dit is een prachtig moment. Afzien. En ik wacht op er ook bij. Start nummer 32. Ik ben helemaal uit de mooie Friesland. Wat een vriesvlaggetje. Goedemiddag, Bette. Ik ben de vader.
Een paar keer zegt u heel netjes. Helemaal goed, wat fijn dat u hier aanwezig bent. En wat heeft u een prachtig voet erbij. Ik denk alleen dat het wel lastig is met parkeren zo groot als die is, of niet? Ja, dat valt een beetje mee. Ze helpen je altijd wel. Ze maken graag ruimte voor u, hè? Helemaal goed. Nou, heel veel plezier met de toerrit door Lelystad. Dank u wel dat u er weer bent met dit prachtige voertuig hier. Koffer achterop is ook altijd handig, hè? En eventueel kan het dak open, maar ja, voor de gelegenheid, hoewel de zon nu schijnt, jongens. Met dat zonnetje is het natuurlijk wel heerlijk vertoeven. Maar het dakje zit toch nog even dicht. En wie het dakje niet dicht heeft, is de volgende deelnemer met startnummer 34. Komt wel als vraag, hè? Ik zie een Brits vlaggetje, wat betekent dat? Engeland. Helemaal goed, helemaal uit Engeland vandaan, origineel, hè? Nee, motorweld en het frame van 49, bovenbouw 2018, door deze drie. En het is een blijven Bentley, toch? Ja. En hoe? 3-8 racer. Een 3-8 racer. En ja, u zit ernaast, u gaat navigeren zo meteen? Ja hoor. Want toen hadden we nog geen tom-tom, hè? Nee, zeker niet. Maar dan heeft hij ook een mooi kastje, waarvoor is dat kastje dan? Ja, dat gebruik ik vandaag niet. Dat is vandaag niet in gebruik. Een Twin Master zegt hij. Wat doe je met die kennen eigenlijk? Want die zult u nu op die voertuig natuurlijk. Wauw, nou ga genieten van het mooie Lelystadse landschap in deze prachtige Bentley. Het is mooi, hè? Want die uitlating werd altijd warm en dat deden ze dan heel mooi touw omheen wikkelen. Zodat je hier niet verbranden. Heel goed geluid. Zo dan, ja, de dag hier in Lelystad. Ja, daar gaat hij dan. De melkpoer met de klok. Wauw, ik heb even plezier. En dan gaat de deur voor u open. Kijk eens eventjes, want ja, kunt u zich even laten zien aan de jury. Loop een rondje eromheen, vragen ze alstublieft. Terwijl dat zonnetje hier lekker doorkomt, de Miner 1000. En hij heeft wel een Flevolands vlaggetje. Ja, zie je, dat dacht ik al wel te zien, want er zit een heel bijzonder foto, een stickertje op van een kieklief. En die herkennen wij wel, want u komt eigenlijk helemaal uit het mooie Lelystad, hè? Zeker. En dat zie ik zelfs. Vlak om de hoek, het is een thuiswedstrijd en u heeft zelfs een hele mooie stropdas ervan. Ja, van Flevoland. Helemaal goed en wat fijn dat u zo trots bent op onze stad en op onze provincie. Zeker. Helemaal goed. Nou, gaat u lekker een rondje rijden door uw eigen stad heen. Dankjewel. Veel plezier. Ja, zou dit dan toch echt het moment zijn? Ik denk het wel, ik ga mijn jas uittrekken, dames en heren. Het kan, de jas kan uit. En die zit goed, hè, die jassen, want ze zijn waterdicht. Zo, nou we komen bij een voertuig, dames en heren. Dit is ook wel even heel erg bijzonder. De startnummer 68, wacht u heel even, want ik ben heel erg benieuwd wie u bent. Luister u er maar. Een soort cabriolet. Ja, zoiets. En dit zijn toch wel auto's gemaakt voor een klein beetje snelheid. Heeft u dan geen last van de wind of valt dat mee? Ja, je hoort wel wind van huis. Want dat is eigenlijk helemaal niet erg met zo'n Corvette, hè? Nee hoor. Uit welk bouwjaar komt deze? Deze komt uit 81. Uit 81, maar ook eigenlijk echt wel in, ja, het is toch wel in de raceautowereld, is dit toch eigenlijk wel een oldtimer, toch, of niet? We keuren hem gewoon lekker mee als oldtimer, helemaal goed. Dank u wel dat u er bent en heel veel plezier in het mooie Lelystad. De Nationale Oldtimerdag, de 38ste editie. En daar komt nog zo'n mooi voertuig uit aan, ja, 2005. 2005. Is dit de dagelijkse auto? Het is mijn dagelijkse auto in de zomer, ja. Wauw, en ja, ik denk dat het heel veel bekijks trekt, of niet? Ja, zeker de kleur. Het is een beetje opvallend. Hij valt best wel op, ja, inderdaad. Maar hartstikke mooi. En wat fijn dat u erbij wil zijn, want het is toch een classic supercar, dames en heren. De Chevrolet Corvette hier. Hartstikke mooi. Veel plezier. Ja, wat zegt de Corvette? Weet u precies hoe lang die is? 6 meter. 6 meter, nou dat is eigenlijk niet gebruikelijk voor een voertuig, hè? Nee, en 2 meter breed. Is dit dan zo'n officiële slee, zoals ze dat noemen? Een landjacht. Wauw, een landjacht inderdaad. Van welk merk en welk type is die? Chrysler 57, Windsor type, tweedeur auto. 57. Uit 1957. Wauw, en die spiegeltjes mooi buitenboord en u kunt ze gewoon makkelijk zelf met de hand stellen, hè? Dat is helemaal niet elektronisch nodig, toch? Helemaal goed. Nou, gaat u ervan genieten en wat fijn dat u er bent. Geniet van de rondrit. Kijk eens even, daar glijdt hij weg. Een Windsor. Ja, ook al 100 jaar. Deze is bijna 70 jaar. Oh, je moet even de rem inhouden, om de rondrit te kunnen achter. Het is een C300 uit 55. En u bent de eigenaar hiervan? Ik ben de eigenaar. Gebruikt u hem nou ook voor de dagelijkse boodschappen?
net niet. Beetje moeilijk inparkeren overal, zo, of niet? Ja, de parkeerplaatsen zijn 1,5 meter kort. Dat snap ik inderdaad wel. Maar goed, u gaat heel veel naar shows toe of alleen hier in Lelystad? Enkele shows, maar niet alle shows. Alleen de leukste, vandaar dat u hier bent. Misschien wel, ja. Helemaal goed. Nou, ga ervan genieten en wat fijn dat u hier bent. Wauw. De Chrysler 300. Kijk, hoe gaan wij. Wat type is dit? Dit is het Imperial type. Het Imperial type? Oh, wacht eventjes. En waar staat dat dan voor? Wat houdt het eigenlijk in? Dat staat nergens. Oh, dat is gewoon het hele type. En dat is niet iets heel... Nou ja, hij is sowieso extra lang, toch? Nou, niet langer als die voorganger, denk ik. Nee, correct. Maar in vergelijking met de reguliere auto's? Ja, dat wel. Maar ik heb ook nog een beetje ruimte. Een beetje ruimte? Je kan achterin praktisch liggen. Nou, als je dat wil, kan dat ook, ja. En uit welk bouwjaar komt dit voertuig? 1955. Wauw. Nou, Judy, heeft u hem gezien? 1955. Helemaal goed. Dank u wel dat u er bent. En heel veel plezier tijdens de rondrit hier. Er zit een sticker op van New York. Oh ja. Ja, ik heb een hele gezellige. De hele familie zit erin. Dag vriend, hoe heet je? Hugo. Hugo, hoe oud ben je? 5. Hey, normaal gesproken zit de stuur toch aan deze kant? Ja. Maar de stuur zit bij deze aan de andere kant. Haha, ik kom even naar de andere kant hoor. Een heuse Rolls Royce. En zelfs toen hadden ze al elektrische ramen. Dat klopt. Uit welk jaar het al komt? 1984. Prima bouwjaar, kan ik niks van zeggen. En welk type is dit? Uit 1981, dat is een snelle. Gisteren 2 liter. Heeft u hem helemaal voorop? Wacht even, ik kom even kijken. Oh god, 265 is hier. Deze Bristol. Nou, is er ook wel wat. Is het compleet origineel? Deze is echt helemaal origineel. Gewoon nog helemaal vanaf het begin, alleen olie vervangen en. Olie vervangen en een beetje, hoe heet dat, bushies schoonmaken. En dan rij je. Heerlijk, en er was heel veel rij, dan blijven ze het beste. En de auto is net zo oud als ik, 75 jaar. 75 jaar. En ook op dezelfde dag jaren toevallig? Bijna. Helemaal goed. Nou, heel veel plezier met de Bristol. Rij door het mooie Lelystadse landschap heen. Fantastisch mooi om te zien, dit soort voertuigen. Hebben we ook, oh, u wilt nog wat vertellen? Oh, ik word teruggeroepen. Wat wilt u nog toevlichten? Nou, deze auto vindt eigenlijk dat die Rolls Royce daarnet een soort serie auto was. Serie productie. Van deze auto zijn er maar 17. 17 in de wereld gemaakt? Ja. En heeft u ook nog een idee hoeveel er nog echt van rijden? Nou, die 17 rijden allemaal nog. Wauw, kijk. Ik ken iedereen die er een zooietje heeft. En af en toe met elkaar op de thee? Ja, sorry. Ja, nou, Chinese thee soms, hè. Wat? Eentje in Japan. En verder veel in Engeland natuurlijk. En 3 op het continent. 1 in Portugal en 1 in Zweden. En op dit moment de gasten in Lelystad. Helemaal goed, wat fijn dat u er bent. Nou, ik wil rond u maar een stukje doorrijden met die bijzondere. Dus daar mag je niet mee. Nee. Jensen zie ik erop staan, meneer. Nou, laten we eerst beginnen met de bouwjaar, want mijn collega die noemt dat het heel goed is. 69, wauw. En wat voor merk en type is dit? Dit is een Jensen en dan een FF. Een FF staat voor Formule Ferguson. En dat was een producent van... versnellingsbak. En die had een 4x4 systeem ontwikkeld en dat wilde hij in de markt brengen. En Jensen is de enige die dat seriematig heeft gebruikt. Dit is geen En uit welk bouwjaar? Oh ja, dat hadden we al gezegd, 69 hè? En gewoon nog steeds iedere dag gebruiken en houten stuurtje gebruiken en gaan. Ja, en stuur kan er nu ook zien. Mooi, want daar houdt hij wel van. Dat snap ik inderdaad, ja. Met startnummer 95 gaat u lekker door Lelystad heen rijden met Jensen. En hij is ook lid van de club, zie ik. Wat hartstikke goed. Komt u maar verder, jazeker. Nou, deze Chrysler, ja, het is 100 jaar Chrysler, dames en heren. Maar dit valt onze maand heen, meneer en pas wat. Goed, hè? Ja, ik snap wel dit soort voertuigen, prima. Nou, dan gaan we nu naar het grote team. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk, is dit voertuig ook 1917? Nee, hè? 51, hè? En hij werd gebruikt waarvoor? Voor alle goederen vervoer. Veevervoer, bieten, voor alles. Van alles wat daarvoor gebruikt was. En het is uw eigen auto? Ja.
Hartstikke mooi. Nou, hij ziet er nog prima uit voor een gebruikte auto. En ja, ik zou zeggen, hoor maar, dat ken ik ergens van, ook uit Lelystad, toch? Berucht en beroemd hier in Lelystad. Want als u moet verhuizen, dan kunt u Holger naar bellen. Klopt dat? Ja, uiteraard. Ja. Kijk, hebben we ook gelijk even een beetje reclame gemaakt. Helemaal goed. Hey, dank u wel. Fijne rit. Kijk eens, nu Holger daar. Mooi, hè? Transportbedrijf. Ja, we willen zelfs wel moeten verhuizen. Maar de Knessen komen we vandaan. Nee, daar komt deze auto gerestaureerd vandaan. Maar ik ben inwoner van Lelystad. En ik heb deze auto al 25 jaar. Kijk, zo is het. En wat voor merk en type is dit? Willys Overland. Willys Overland. En het is eigenlijk ook een van de eerste. Zeg ik dat juist als een vrachtwagen zeg? Stelauto. Ja. Helemaal goed. En hij rijdt nog steeds als een zonnetje. En er staat tegenwoordig, ja, er staat wel een telefoonnummer van nu op, van die tijd. Van het restauratiebedrijf. Zullen we even reclame maken? Doe maar de naam. Maakt niet uit, joh. Geen reclame komen. De garage, Mark Hessen. Voor alle restauraties van prachtige voertuigen. Helemaal goed, dank u wel. Hey, dit is mooi, hè? Als deze auto een gas geeft. Ja, dat vind ik zo'n groot. Nee, wat is dat ding? Nou, ik ben niet zo heel groot, maar wat is dat ding heel erg hoog, zeg? Uit welk bouwjaar komt die? Deze is van 1970. Nee, dat telt mee als oldtimer bij ons, hè? Ja, dat dacht ik wel, dat ben ik op hier. Het is een Scania L80 Super, 1970 met 205 pk. Wat zo mooi is, u heeft een overhemd aan, er staat al 100 keer Scania op, maar dat heeft de jury nu niet gezien. Zullen we even gauw uitstappen om het te laten? Ah ja, de volgende is een voorkeur. Daar weet ik dan waarschijnlijk ook voor het gebruikt. En ik ben toch wel even heel benieuwd. Wat uit welk bouwjaar is deze? Oh, en dit lijkt wel een heel huis hierboven. Oude wat? Een oude nieuwe. Een oude nieuwe, inderdaad. Oh ja, hij is wel voorzien van het nieuwere snufje. Ja, maar ja, maar dat moet ook wel, want hij was voor internationaal gebruik, hè? Absoluut, ja. En nu is hij alleen nog voor shows, neem ik aan. Voor shows en ook veel toeritten, verbassers. Training staat veel op. Oh, heerlijk, heerlijk. Nou, dank u wel dat u ook in het mooie ring zo langskomen met deze prachtige Volvo N88. Kijk eens. Voor prachtig voertuig. Wat kunt u erover vertellen? Nou, dat is een lege voertuig. Nederlands stukje hergekulder. Heel goed, hè? Weer die 58. Ja, om te maar zeggen. Reden in onze dienst staat op. En waarvoor werd deze gebruikt? Nou, het is een adrenaline trekker. Kanonnen te trekken, hoe zou ik. Hartstikke mooi. En helemaal in legerkleding zitten jullie hier, hè? Dat ziet er maar. En de helm ligt in het midden. Nou, die is, ligt er gewoon bij, hè? Die ligt er prachtig bij, mooie decoratie. Helemaal goed. Wat fijn dat u er bent. En ja, niet iedereen kan het allemaal heel zien, hoewel er veel camera's hier aan het filmen zijn. Maar meneer is zo ontzettend glundert helemaal. Hartstikke fijn. Fijne rit. Ja, daar gaan we door. Ja, zwarte boek zijn dat niet. Oh, sorry. Wauw, u heeft. U heeft echt iets heel bijzonders, want het stuur zit bijna in het midden. Ja, dat kan wel stellen, ja. Dat zie je haast nooit. Waarom zie je dat zo ver naar het midden toe? Ja, maar dat is ook in 1964, dus we zijn binnen in de jaren 50, dus dat stuur is ook niet naar het midden toe. Oh, dat is wel praktisch. Ja, hier, voor naast zitten. Nee, je kan nog goed zelfs aan de linker. Ja. Ja, we hebben een test. Volgende 465 staat aan de zijkant. Maar wat is het merk? Volvo. Een echte Volvo. Uit Almere. Ik kom uit Almere, mijn auto uit Baren. Baren vandaan. Uit Baren. Hoe komt u aan zo'n voertuig? Nou, ik ben bij het bedrijf geworden. Ik ben niet deze voertuig heeft. Ik ben hier een stuk of zes. Nou, maak even schaamteloos op de. Wat voor bedrijf is dat? Gaat uw gang. Niet aanraken staat ik aan de zijkant. Dat snap ik wel. Gaan we door aan de startnummer 17.250. Met de Mercedes 306D vertrekt hij voor 40 kilometer toeren. En met een 113 komt hij hier op. U heeft een hele bijzondere dag en hij heeft een heel bijzonder verhaal bij geschreven. Kunt u dat vertellen? Komt u rijden al zo gemakkelijk?
Nou ja, wat het bijzondere is, is dat dit natuurlijk een DAF buschassis is. Met een DAF 2600 voorkant en met een aluminium opbouw door een carrosserie. Aluminium opbouw, en dat was voor die tijd was dat niet heel erg gebruikelijk, begrijp ik dat? Nou, niet standaard, maar dit was al een fabriek, Moeijersons in België. Die maakte prefab de zijkanten, de daken, en dan kwam zoals je ziet binnen. En dan werd daar een meubelwagen van gemaakt. U zegt een meubelwagen, deze werd gebruikt voor meubels, hè? Ja, meubels. En, Zomaar wegrijdt. Wat mooi hier zo. Goh. Is die uit 1921? Zie ik dat goed staan? Komt die uit 1921? 54 komt die vandaan. En ik zie allemaal houten vaten, waar werd hij mee vervoerd? Die vaten, die zaten allemaal beesten in. Nu nog steeds op de weg? Heeft u het even getest? Nee. Dit is een beetje gaan we door naar nummer 61. Wat het is hoor, want ja, ik doe wel mijn best. Oh gosh, ik denk dat ik het al zie. Nou ja, ik laat het aan u over. Wat voor voertuig is dit? Het is een Morgan. Uit jaar? 68. En helemaal cabriolet? Zeker. En dan rijden we ook gewoon met het dak open, ook als het misschien gaat regenen. Nou, we doen het. En u heeft ook een heel mooi, ja, speciale, ja, dat waren, is dat een muts? Hoe noemen we zoiets? Ja, een vliegersmuts. Want u heeft ook een bril, hè, zodat de vliegen niet in de. Klopt. Hartstikke mooi. En gaat u ook hiermee de tour in rijden? Wij gaan de tour. Heerlijk. Nou, wat fijn dat u er bent en de jury heeft hem goed kunnen bekijken deze morgen. Fantastisch voertuig. Gaat uw gang. Heerlijk laag aan de grond. Gaan we door met nummer 148. Zo. Karelman. Wauw. En uit welk jaar komt deze? 1907, dus past prima in de Oldtimer. En u heeft het dakje even voor de zekerheid op, maar hij kan er wel af, hè? Hij kan al. Wauw, Hoge, u bent de eigenaar ervan, denk ik. Ja. Heeft u hem al heel lang? Ik heb hem nu 23 jaar. 23 jaar dezelfde voertuig en gebruikt, maar al die tijd ook voor shows, of heeft hij een heel restauratie moeten omgaan? Nee, ik kon hem eigenlijk zo. En u zag hem? Hij is nooit echt gerestaureerd, alleen de nieuwspoten. Wauw, dus eigenlijk is alles onder die lak helemaal origineel. Wauw, helemaal goed, helemaal goed. Nou, dank u wel dat u hier bent met de Volkswagen. Hier in het mooie Lelystad. En gaan ervan genieten. Een mooie rondje. Wat voor voertuig is het? Dit is een DAF EA66. Dit is de militaire uitvoering. Van de 1201 die we gebouwd zijn, is het nummer 107. Wauw, en ik zie inderdaad allemaal type plaatjes erin staan. Dat zijn geen prijzen gewonnen, maar het zijn allemaal details voor de motor en zo, hè? Ja, dit zijn allemaal legercodes en het was onze Nederlandse trots. En dat is het stiekem nog steeds, hè? Ja, we moeten het behouden. Helemaal goed, wat fijn dat u er bent. Geniet ervan van Lelystad. En kijk eens eventjes, onze Nederlandse trots rijdt hier langzaamaan weg. Dit af, daar gaat. Ga mee door naar Schiphol en geniet van het Lelystadse landschap. Kijk dat achterkamer ook, hè, met allemaal van die roosjes, zo. Vet! En ineens een bijrijder die gaat navigeren hier. Wat leuk! Allebei komen we door. Kijk eens eventjes, we horen er maar één. Helemaal goed, gaat uw gang, gaat uw gang. Gaan we door naar de bestemmers met startnummer 154. Nou, dit is ook wel echt, dit lijkt wel slee. Hoe lang is het voertuig, weet u dat? Bijna 5 meter. Wauw, dat is voor autobegrip eigenlijk best wel lang. Uit welk bouwjaar komt hij? 82. En welke type aanduiding heeft deze Mercedes? 500 SEC. SEC. En dat staat voor we kunnen een beetje gas geven. Ja, dat kan niet ook mee. Helemaal goed. Nou gaat u ermee door het Lelystadse landschap rijden. Dank u wel dat u hier aanwezig wilt zijn bij de Nationale Oldtimerdag. 500 SEC.
74. Hartstikke goed, ook helemaal goed. Nou, gaat u lekker met de taxi door het Lelystadse landschap. En wat leuk dat jullie zijn. Doei doei, ik zwaai aan de camera. Nou, dan komt op je show aan de deur, dames en heren. Met startnummer 138 in de show gekomen. Vier man voeren. Rijdt de motor ook nog? Ja, natuurlijk. Eén trap en lopen. Oh, lekker, lekker. Uit welk bouwjaar komt deze mooie auto? Uit 71 is deze. Is dit nou echt helemaal origineel? Want ik zie de lak, die heeft wat, ja, slijtage, mag ik zeggen. Maar dat hoort helemaal zo, hè? Ja, dit is origineler dan dit krijg ik niet. Daar ben ik voor gevallen bij deze auto, hoe die eruit zag. Dat snap ik helemaal. Hij ziet er fantastisch uit en het is gewoon handgeschilderd nog die snelheidsmeter, zie ik. Dus, die binnenkant zo prachtig om te zien. Waar, als ik er straks naar wil komen kijken, waar staat dit voertuig tegen in dit terrein? Ik sta vlak bij de Batavia. Moet je bij de Batavia. Komen we daar naartoe om te bekijken. Dank u wel en heel veel plezier. Kijk eens even bij. Nou, dat wordt een kopje van de dat hebben we tot nu toe gezien hebben van voertuigen, hoor. En als u wil parkeren, ja, dan gaat dat niet meer zo'n voertuig, denk ik. Of, Ik leed twee parkeerplekken dan. Gewoon over dwars zitten, dat kan ook. En ik vond het fijn dat u bent bij de Nationale Oldtimerdag. Geniet ervan, een V8 dames en heren. Dat moet ook wel. Als je zo'n lang voertuig hebt, een Continental, als er auto's in die sturen eigenlijk aan de goede kant zeggen. Dus het zegt juist dan. Dat is makkelijk bij de onderwijs. Eigenlijk is het veel veiliger. Veel veiliger. Hey, Bristol, welke type aanduiding heeft deze? Het is een 411 serie 2 met een Chrysler motor. Oeh, die was even van Chrysler. Ja, de motor is in die voordeel. Oh, nou, dat is makkelijk in de productie. Uit welk jaartal komt deze? 1971. Ik zie de sleutels hangen, maar grappig, ik zie op één deur staan. Dus dat betekent dat de deur een andere sleutel heeft dan de motor zelfs nog. Ja, de deur, elk slot is anders. Dat is toch. Ja, precies, precies. Maar u gaat lekker door het Lelystadse landschap rijden, hoop ik. Ja, maar goed, laat Lelystad zien deze prachtige auto en hoe prachtig gepoetst die ook is, dames en heren. Hartstikke mooi. Daar gaat hij naar Bristol. Ja, gaan we naar Chevrolet met nummer 100. Zo, nou hier hebben we te maken met een paar pk, jongens. Maar pk's, hoeveel pk heeft dit voertuig? 400. 400 maar liefst, dames en heren. En uit welk jaartal is hij? 72. En dit is eigenlijk echt een raceauto, hè? Ja, lekker. En bent u... Nee, u bent niet de eerste eigenaar, neem ik aan, of wel? Nee. Tweede misschien. We houden al die tijd met ons en shows rijden, neem ik aan. Ook altijd. Wat leuk dat u ook weer kent. Helemaal goed, fijne rit. Is dat 162 is dit je starten? Dat is helemaal je startnummer. Vertel eens wat over deze hele mooie cabriolet 304S. Nou, dit is de cabriolet van onze lieve oma. En wij hebben altijd als traditie dat als kleinkind rijbewijs heeft gehaald, dan mag de volgende oldtimerdag mag weer deze auto gereden worden. En dit is de eerste keer dat hij ook echt meedoet. Met een startnummer in plaats van dat we later aansluiten. En wij zijn ook helemaal in de kleding van toen. Dit is de jas van oma en het hoedje van oma. En wij zijn klaar voor. Kun je er even uit? Mag ik de deur open doen voor je? Je hebt het knopje ingedrukt, komt u er maar even uit. Kijk eens even, laat maar eens even zien aan die jury. Ja, dames en heren, dus het voertuig, ik herhaal het nog even, het voertuig is van oma. En oma zei, ja, als je een rijbewijs hebt, dan mag je de eerstvolgende keer meedoen met de Nationale Oldtimerdag. Nou, dames en heren, daar staan ze, in de jas van oma, notabene. Komt u maar, u krijgt applaus voor het publiek. En ga er lekker mee rondrijden. De eerste keer dat hij meedoet aan de Nationale Oldtimerdag. Nou, en we wensen jullie onwijs veel plezier door Lelystad heen. Maar dat gaat goed komen, denk ik. Kijk eens, we klikken nog even van de Peugeot de riem vast. En daar gaat hij. Veel plezier. Kijk eens even. Ha, wat leuk. Gaan 1975 sessie weer dus in lijn. En een inhoud van 2925 ccm. 180 dit ben ik. Wauw, 1380 kilo weegt hij. En het is vooral een hele mooie auto, of niet? Ja, ja. Helemaal, heeft u dat zelf gerestaureerd? Ja. Wauw, en hoe lang bent u daarmee bezig geweest? 7,5 jaar. En nu rijdt hij alweer een tijdje. Ja, 2012 afgerond. Dus je ziet het rijden.
Wauw, nou, u heeft het heel goed gedaan. Zeg, ik ben geen jury, maar u heeft het wel heel goed gedaan. Oh, nee. Hij ziet er prachtig uit. Ga ervan genieten van het Lelystadse landschap. Kijk eens even. Helemaal mooi zelf gerestaureerd. Een automatic staat er achterop. Uit welke bouwjaar komt deze Chrysler? 1989. Wat een meesterwerk is dit, hè? Het is dan weliswaar eigenlijk geen oldtimer, of net geen oldtimer, maar het is wel een classic supercar eigenlijk. Ja, er zijn er maar 906 van geproduceerd. Die ligt 2,2 turbo 2 Shelby motor. Wauw, dus die heeft hij even geleend van de Shelby? Ja. En die glimlach, dames, je kunt het zien, maar bij het woord Shelby kwam er een glimlach van oor tot oor. Nou, ik wens u heel veel plezier met de toerrit door Lelystad. Dank u wel dat jullie er zijn. How do, zegt hij. Daar gaat hij. Helemaal, het beeldmerk van Bentley, het klopt allemaal. Welk type is dit? Het is een Cornice, dat wil zeggen de 6,7 liter motor. Die zijn maar 2 jaar gemaakt. Met een origineel houten stuur, dat was heel sportief. Met een toerenteller terwijl je een automatische versnelling hebt. Dus dat is allemaal heel speciaal. Maar er zijn van de Rolls Royce van dit type zijn er 3000 gemaakt. En van deze zijn er 32 gemaakt. En ik heb links gestuurd, dus dat kan je op een hand van vingers van één hand kan je dat tellen. Dat wou ik zeggen, dat is heel bijzonder dat het stuur aan deze kant zit. En... Ja, ik ben op zoek geweest en na 3 jaar heb ik hem uiteindelijk in Engeland gevonden. Wauw, dus na een lange zoektocht en nu rijdt u er heel trots mee. In ieder geval door Lelystad heen. Ik zie dat de trui van Bentley is. Is de paraplu hier liggen? Is ook Bentley? Is ook van meneer Bentley. Hartstikke mooi. Volledig in stijl. Dank u wel dat u er bent. Geniet van het Lelystad landschap. En wat fijn dat u bij de Nationale Oldtimer Dag aanwezig wilt zijn. Met startnummer Haflinger. Oostenrijkse treinwagentje. Origineel Nederlandse uitvoering, een van de 10 tot 16 gemaakt voor Nederland, zeg maar. En het is echt, ja, het is heel compact gemaakt en nou ja, niet een hele lange neus, maar waar ligt die motor dan? Want ja, ik zie hem hier niet liggen. Hij zit achterin, hij is ook super klein, 643 cc, 27 pk, 2 cilinder boxer. Gebruikt op het strand in Wassenaar als reddingsvoertuig. Wauw, en nu rijdt u er al een tijdje mee rond en doet u alleen shows of prijs u ook een boodschap te doen? Nou, hij is eigenlijk net klaar na 10 jaar restauratie. De puntjes moeten nog over de in, ja. Nou, we gaan ik nog even iets omroepen van een aantal minuten. Fantastisch zorgen dat hier alles op rolletjes loopt. En dit is even het moment, dit is jouw vuurloop. Jij gaat voor het eerst mag jij een paar auto's gaan aankondigen. Heidi, heel veel plezier en let op, onder applaus mag je de allereerste gaan interviewen. Dankjewel Matthijs. Goedemiddag allemaal. Dag, een rood-wit-blauwe auto, rood-wit-blauw, Nationale Oldtimer Dag. Kan niet beter. Dit is een Datsun. Kunt u er iets over vertellen? Het is eigenlijk een kopie van een soort auto van de jaren 70, toen we nog een Datsun dealer gehad. En ja, het is eigenlijk wel een beetje als ja, het gevoel voor oldtimers. Het leven van Datsun, ja. Nou, geweldig dat u hier vandaag bent. Heeft de jury goed kunnen kijken naar dit mooie exemplaar van de Datsun? Ik wens u heel veel plezier met de rondrit. Nummer 174. Hij is knalrood en volgens mij kan hij heel snel. Nou, dat valt op zich wel mee. Wat is dit voor soort auto? Dit is een Bomber, die is in Brazilië gebouwd. En die zijn er voor 20.000 gebouwd. Van 250 van dit type. En daar zijn er 4 van in Nederland ooit op weggekomen. Nieuw, origineel. Dit is een Brazilië. En sinds wanneer is hier nu gezien? Anderhalf jaar. U gaat ook de rondrit rijden. Kent u Lelystad? Een beetje. Een beetje. Ga ervan genieten. Ja, wat goed dat jullie hier zijn. Vertel, wat voor een auto heeft u? Dit is een Volkswagen Scirocco. 1976. 1976. Er zijn maar een paar modellen van gemaakt, hè? 3 modellen, ja. En hoe lang is deze auto in uw bezit? Ja, nu als goed is 10 jaar. Geweldig. En hij is wel helemaal origineel op de kleur van de auto? Ja, originele kleur, maar hij is helemaal fris.
En die grijns gaat niet meer van mijn gezicht hoor, jongens. Prachtig, een GT2 of een GT2. Ja, ik blijf genieten. Hoi. Kijk, we hebben de volgende. Die straalt ook al helemaal. Hey. Uw bouwjaar? 1976. 1976. En is die altijd van u geweest? Nee, van kennis geweest. Dus 70 van de jaren 70. En toen is een hele waarde van dat we met de nieuwe gekomen. Geweldig, ja, soms heb je dat. Maar blijf er lekker mee rijden. Gaat u ook de rondrit doen? Ik denk het niet. Oké, dan gaan de mensen nog eventjes zien kunnen bewonderen. Fijne dag. Kijk, hier hebben we Sirocco's voorbij zien komen in alle kleuren en maten en soorten. Deze hebben we volgens mij alleen gezien. Wauw, en jullie zijn met een heleboel auto's geweest. Het is echt geweldig. Hoe ervaart u de oldtimer dag tot nu toe? Leuk, ontspannen, ja. Ik zou zeggen, heel veel plezier met deze dag en met de club. Last but not least. Prachtig, hij ziet er echt prachtig uit. Wat maakt deze auto? Dankjewel Heidi, dankjewel. Wat goed gedaan Heidi. Alles Jokko's. Deze auto is nu exact deze week 40 jaar geleden. Eerste die we hebben. Dames en heren, hier hebben wij voor ons staan de allereerste winnaar van de Nationale Oldtimerdag. En wat fijn dat u er na al die jaren gewoon gezellig nog bij bent. Met de hele familie. Gezellig, dank u wel dat u er bent en een hele fijne rondrit door ons Lelystad, mag ik dan zeggen. Kijk eens. Als dat zo'n dat mee is, dat hartstikke mooi. Hebben hier, ik begin helemaal te stotteren van u. Wat fijn dat u er bent, is het misschien een leuk idee dat u even uitstapt en de jury laat zien wat voor mooie kleding u aan heeft. Kijk eens even. Ze stappen uit deze prachtige Citroën. Uit 1931. Het is een Citroën AC4 type F. Hoort er dan ook nog bij. Kijk eens even. U krijgt applaus van het publiek. Wat fantastisch. En hij bruttelt zo mooi in dit auto. Ik hoor zo. Zou ik dat kunnen laten horen? Kijk of dat kan. Ik weet niet of dat kan met de techniek hoor. Maar let op. Slaat hij af? Hebben wij hier? Ja, gaat hij. Oh, we moeten slingen? Nee, hij gaat wel automatisch. Oh, gelukkig, helemaal goed. Nou, we gaan hem weer starten en dan kunt u mee de rondrit gaan rijden. Oh god. Gaan we duwen? Oh, kijk eens eventjes dat starten lopen, dames en heren. De Citroën. 1939, wat een prachtig voertuig. Dank u wel dat u er bent. Wederom in het mooie omstand. Met nummer 188. Ja, er staat een race nummer op. Dus hij is ook om te racen, hè? Ja, dat is hij. Uit welk jaar komt hij? 32. En ik zie heel veel namen erop staan. Zijn dat allemaal mensen die erin gereden hebben? Dat zijn de eigenaren, mijn kleinkinderen. Oh, ja, hij is al van uw kleinkinderen? Ja. Ja. Dus de successierechten kunnen ze naar buiten. Maar u heeft wel een heel mooi voertuig meegenomen. Weet u ook hoeveel pk dit deze Bentley heeft? Ja, 240 pk en een koppel van bijna 500 Nm. En dat is eigenlijk een termen voor mensen die auto rijden. Heel snel, hè? 240 km per uur. Wauw, nou wat fijn dat u hier in Lelystad bent. En ga ervan genieten van deze mooie rond. Zo, daar gaan we door. Ja, ik ga u toch vragen, wilt u misschien even uitstappen hoor? Want het is van, ja, goed plan hoor. Hey. Want u heeft heel veel aandacht besteed aan de kleding. En dat ziet de jury natuurlijk graag.
Ja, dan heb je een Buick 8. Hier tijdens de 38e editie van de Nationale Oldtimerdag in Lelystad. U mag zich wenden tot de jury aan de overkant. Ja, nee, hartstikke goed. U doet het aan beide kanten. Ik ben er alleen maar heel erg blij mee. Want hoe meer mensen ervan kunnen genieten, hoe beter in dit geval. Kijk eens even. Nou, de jury heeft het gezien. U kunt er langzaamaan weer instappen. En wat fantastisch is dat de mensen ook niet alleen met een mooi gepoetste auto komen, maar ook hun kleding erop aanpassen, zodat het er allemaal fantastisch uitziet. En kijk eens, meneer doet netjes de deur open. Kijk, oh, zo hoort het, hè. Hartstikke mooi, hartstikke galant. En dan ga ik kijken of ik het geluid mee kan krijgen als u de deur sluit, als u gaat zitten. Gaat u rustig zitten? Let op, dan kijk ik of ik dat kan meten. En zo gaat een echte deur dicht van een Buick. Uit welk jaartal komt hij? Dus uit 1940. 1940, wauw. En is dat helemaal hout? Zie ik dat goed? Het is metaal, maar zo is dat in die tijd zo geschilderd. Zo geschilderd dat het net hout lijkt? Ja. Prachtig voertuig. Dank u wel dat u wilt meedoen aan de Nationale Oldtimerdag. En geniet van de rit in Lelystad. Goed, met startnummer 189. Wat voor voertuig is dit? Een Citroën C4G. En die G staat voor het achterzitje? Wat zeg je? En die staat voor het achterzitje? Nee, die G staat voor Grand Luxe. Grand Luxe, oh wauw. En jullie zitten helemaal mooi achterin. Ja, het is een soort in de achterklep dat jullie zitten, of niet? Ja. Ik heb mij laten vertellen dat dit het schoonmoederzitje genoemd wordt. Ik weet ook niet precies waarom, maar goed. Die kon er niet bij zijn. Die kon er niet bij zijn. Nou, jullie zitten er maar mooi in. En ga je nu echt mee met de rondrijdrijden zo? Ja, 120 kilometer. 120 kilometer? Oh, je gaat er maar een paar keer doen. Oh, 120 kilometer, sorry. Je stond 120. Ik wou zeggen, ze gaan een paar keer rond. We maken 120, hoor. Helemaal goed. Nou, ga genieten van het mooie Lelystadse landschap. En wat fijn dat u hier aanwezig wilt zijn met deze prachtige situatie. Jojo! Ja, 194 is het show, mijn dame. Mag ik de deur van u open? Ja, ik ben niet zo goed. Nee, maar het bovengedeelte. Dat klinkt ook zo gek. U mag hier even laten zien aan de jury, want dan kunnen ze even zien. Want dan zien ze dat een deel van uw kleding helemaal aangepast is op uw prachtige voertuig. Kijk eens even, houd de deur voor je open. Dat is toch altijd wat, hè? Dan denk je met zo'n auto mee te doen en dan krijg je ook nog dit soort aandacht, weet je wel. Uit welk jaar dan komt hij? Deze auto verdient heel veel aandacht. Uit 1934. Kijk eens eventjes. En u straalt helemaal als u erover vertelt. Het is ook een bijzondere gelegenheid. Het is, we hebben luxe dat we mee mogen rijden. Een vriend van ons, zijn vader, gunt ons dit. En het is fantastisch. Want het is echt een ervaring. En eigenlijk gun ik het iedereen. Kijk, hartstikke mooi. Nou, wat fijn dat u er bent. Ja. En geniet er inderdaad zoveel van. En een mooie rit door het Lelystad geweest. Yo, doei! Wauw, hij ziet er ook echt nog... Wat zegt u? Voorganger was ook uit 34. Ja, dat klopt inderdaad, zeg. Ja, zeg. Het is een heel goed jaar in ieder geval voor auto's wat dat betreft, want ze zien er fantastisch mooi uit. Bent u de eerste eigenaar? De tweede eigenaar bedoel ik dan eigenlijk. Nee, de auto is door Kees Kouwenberg uit Frankrijk naar Nederland gehaald. En die heeft hem fantastisch gerestaureerd. Helemaal tot op het laatste moertje uit elkaar. Alles goed behandeld en daarna weer in elkaar gestroefd. Hij is eigenlijk, pas niet. En nu mag u ermee rondrijden. En ik mocht hem kopen en ik mag hem rondrijden. Oh, en wat fijn, wat fijn. Helemaal goed, wat fijn dat u bij de Oldtimerdag in Lelystad wil zijn. Geniet ervan en rij mooi door het prachtige Lelystad. Uit 1934, de Citroën Roza Riet. Daar gaat ze. Het grappige is de kentekenplaat, daar zit een raampje voor. Uit welk bouwjaar is deze auto? From 1976. Once again, I'm from? 1936. 1936, dames en heren. Is dit your car? It's my car and this Rolls-Royce was the official show car at the automobile exhibition in Amsterdam in 1936. But it was not sold because it was too expensive. Wow. Thank you for being here in the Netherlands. Thank you. Hij komt uit 1936, daar werd jouw showauto ingezet. En dat is hartstikke mooi, dat snap ik ook wel. En daar werd hij niet verkocht, want hij was niet te meneer Jacob. Vertelt u, wat voor een mooi voertuig heeft u bij u? Nou, we zijn met deze is de 2038. Ja, we hebben vorig jaar de burgemeester binnengehaald met deze auto.
Het is een fantastische Franse auto. En er hoort ook nog speciale kleding bij. Dus op internet gaan zoeken, welke kleding hoort erbij. Nou, hier een plaatje en hier komt de kleding. Nou, dan is het misschien een heel goed idee dat u even uitstapt en dat ook aan de jury laat zien. Want ja, dit zijn natuurlijk die punten, hè. En daar gaan we voor in dit geval. Wie heeft een plaatje vast? Een uitprintsel van de kleding uit die tijd. En nou ja, dan mag de jury beoordelen of dat helemaal juist is. Kijk ik eventjes hoe ze erop reageren. Kijk eens even. Van achteren. Jury, is het helemaal volgens het plaatje? Klopt het helemaal? Ja? Oh, ik zie een duim. Hartstikke goed. Nou, het is helemaal goedgekeurd. U ziet er fantastisch uit. En het voertuig overigens ook, hoor. En die vlag is ook zo bijzonder, hè? Precies, hè? Het is een echte Lelystadse vlag. Wat goed dat u er bent. Dank u wel. 208 komt hier voor. Door de Willys Overland fabriek gemaakt. Dat was een voormalige radioauto met zendapparatuur. Dat was een beetje de specialiteit. Deze waren 12 volt in plaats van 6 volt. En hoe komt u aan zo'n... Is dit gewoon... vind je dit op een beurs zo'n voertuig? Hoe kom je aan zo'n auto? Nou, uiteindelijk van iemand overgenomen die hem 25 jaar heeft gehad in de familie. En vervolgens heb ik hem helemaal uit elkaar gehaald en ook opnieuw eigenlijk opgebouwd. Wel dat u er bent. Komt u een bewust voorrijden? Wat voor voertuig heeft u bij u? Een Panhard 24C. Een geweldige auto uit 1964. Uit 64 en ja, mag ik iets vragen over de restauratie? Want dat is helemaal genoeg, denk ik. Nou, ik heb hem al in een hele mooie staat gekocht. Het is een kunst om hem zo te houden. Dus dat doe ik graag. En ik vind hem perfect. En dat doet hij het best als hij rijdt, hè? Ja, zonder meer. Ja. Helemaal goed, wat fijn dat u er bent. Genieten van het Lelystadse landschap. Wat voor voertuig heeft u meegenomen? Dit is een Studebaker. Hawk Gran Turismo uit 1962. En die ziet er nog vrij origineel uit. Puur origineel. Motor, nummer gelijk, alles gelijk. En hoeveel kilometer heeft hij dan met de teller staan? Of hadden ze toen nog geen kilometer teller? Toevallig is dit een kilometer teller stand. In 62 jaar 53.000 kilometer. Wauw, dus eigenlijk echt een showauto. Ja, dat is hem ook. En ik zie u glunderen, wat mooi om te zien. U bent echt heel erg trots op uw voertuig, hè? Ik heb hem 2 jaar geleden gevonden in Limburg. Deze prachtige dag. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Ja. Dag. Uit 1967 en mooi compact en dit soort voertuigen. Helemaal origineel zoals het hoort. Nederlandse auto. Wauw, en hoe lang heeft u hem al? Ik heb hem zelf 30 jaar. Dus toen moest hij even gerestaureerd worden en sindsdien? Nou, hij was gerestaureerd. Heel mooi. Oh wauw, dus u kon zo starten rijden? Ja. Oh, wat mooi. Wat mooi. Nou, gaat u genieten van de rondrit hier door de mooie Lelystad heen. En wat fijn dat u er bent, hier in Lelystad. Er zit een jongste deelnemer achterin en die is eventjes aan de binnenkant van de ogen aan het kijken. Je kan er niet terug bij beginnen met het autovirus. Dat is het inderdaad. Ja, uit welk jaar het al kwam die? 68. En er zit nog een origineel cassettebandje, zie ik. Ja, dit doet het helaas niet meer. Dus, Oh, jammer, want dat ziet er wel echt fantastisch mooi uit. Nou, wat fijn dat u er bent en ga genieten van het mooie Lelystadse landschap. Dank u wel. Gaan we door met startnummer. Ons brother staat er ook op een sticker. Is dat Cruise Brothers? Kunt u er wat over vertellen? Ja, ik ben lid van de club. Wauw, en is een speciale club waar u bij hoort, waar met dit soort voertuigen bij horen. Alle American auto's en ook Harley Davidson. Oh, gaaf. Wat is het bouwjaar? Wat ik een bouwjaar heb? 64. Uit 1964. En u rijdt lekker door Lelystad heen. Oké, ik ben Peter Dood. Oh, dat maakt helemaal niet uit. Gaat u genieten van de rondrit en wat fijn dat u er bent. Kijk eens even, let op, daar gaat hij. Een Impala SS, dames en heren. Van het merkje weg natuurlijk, hè. Ja, dat kan aan binnen. Forte... Torino. Een Ford Torino is het inderdaad. En uit welk bouwjaar komt hij? Die komt uit 67. Wauw, en is dit nog gewoon, rijdt deze dagelijks of komt deze alleen voor shows de deur uit? Nee, heel vaak mee. Ja, toch wel gewoon heel vaak, ook gewoon voor de boodschappen? Oh, ja.
Oh, wat heerlijk dat dit soort voertuigen het gewoon nog kunnen doen dan, hè? Ja, want ik heb al 8 jaar, ik heb al zo'n 15.000 kilometer mee. Oh, dan gebruikt u echt heel veel. 8 jaar 50.000 kilometer mee gereden. Wauw, en u bent niet de eerste eigenaar, denk ik. Maar hoe komt u aan deze auto? Ja, dat vond ik tot nu toe. Maar het is niet zo dat je deze... Zag je deze langs de kant van de weg staan? Maar wel hem gevonden. Oh, u heeft lang gezocht en hem gevonden. Helemaal goed. Nou, ga er lekker van genieten en rijd door het mooie Lelystad heen. Veel plezier, uit de hond ook. Ja, ziet u mij. En de bel is een goed bel. Nou ja, die wordt daar een open kadet. Nog één keer? Wat anders is een open kadet. Ja, dit is wat anders dan een open kadet. Kunt u vertellen wat voor voertuig dit is? Chrysler, een Imperial. En een hele, hele lange, want hoe lang is dit voertuig? 6 meter en een klein. En gaat hij over die 5 centimeter heen? Want dan bent u de langste tot nu toe. Nou, misschien wel. Het stiekem op. Nou, u heeft een prachtig voertuig bij u en ik moet er heerlijk bijna in liggen. Ja, dat doe ik ook wel. Helemaal goed. Nou, ga ervan genieten. En dank u wel dat u bent bij de Nationale Oldtimerdag. Bye bye. U gaat achter de verkeerde auto aan. Ik kom gewoon nog een keer. Ja. Nog even één keer show aan de jury. Nou, dat is niet goed. Het gebeurt toch. Nou, wat wij natuurlijk nog met. Kom verder. Kan toe. Oh. Hij is gebouwd op 12 juni 1969. Maar hoe komen we helemaal uit een Australië? Want ik lees het op, hè, uit Australië. Maar hoe komt u aan de Australische auto? Familie. Die hadden hem en u heeft hem overgenomen? Ja, het stond in de schuur. Gewoon een beetje te staan? Ja, toen hebben we hem overgenomen en naar Nederland gebracht. En voor shows te rijden of dagelijks gebruik ook nog? Nee, ja, alleen voor autoshows. Wauw. Een beetje voor de fun. Nou, hij ziet er voor de fun heel erg mooi uit. Helemaal goed, wat fijn dat u er bent. Dank u wel. Een Honda, dames en heren. Kingswood is het om het precies te zijn. Daar gaat hij. Het Lelystadse landschap door. Gaan we door naar de Mercedes. Maar in een andere volgorde tot nu toe. Uit welk jaar komt hij? 1968. Wauw. En ja, het hele interieur is prachtig mooi van hier. En hout afgewerkt. En enorme hendels. En originele radio er nog in. Ja, dat dit alleen de hele auto is origineel. Dus dat is nog nooit wat gerust hier. Hij is nog helemaal zoals hij in staat. Zoals hij destijds gebouwd is. En afgeleverd is. Ja. En afgeleverd is. Nou, hij ziet er prachtig uit. En wat fijn dat u hier in deze stad wilde zijn. Ga lekker rondrijden en kijk naar het mooie Lelystad. Gaan we door naar een sportauto 228 is het startnummer. Zo maar heen. Nee, zeker niet. En uit welk jaar komt dit voertuig? 67. 67, wauw. En dit valt onder de categorie raceauto's eigenlijk, hè? Nou, hij is redelijk snel, maar geen race. Nee, oké, nou helemaal goed. Nou, we gaan kijken hoe u door het Lelystadse landschap heen rijdt. Fijn dat u er bent. Jojo, veel plezier. Dan gaan we naar de iets kleinere modellen. Het startnummer is dit. 500L is dit, 69. De eerste type? Niet zo snel als die voorganger, maar... Maar ja, deze kan bijna over dwars in het parkeervak, dan kan die andere niet. Ja, deze zuiniger. Deze rijdt inderdaad iets zuiniger. Ja, dit is die 500, die Fiat 500. Dus die is tegenwoordig nog steeds ook weer opnieuw rijden, maar dat is iets heel anders, hè? Ja, dat ziet er niet uit. Kijk, het is twee keer zo groot. Deze is nog veel mooier, hè? Ja, veel mooier. Helemaal goed. En u trekt denk ik heel veel bekijks, klopt dat? Ja, echt wel. Veel meer dan andere oldtimers. Ik heb een Lancia Peter Coupé, zeg maar. Ja, dat heb ik lang niet zoveel kijkers zoals dit. Nee, het is altijd leuk, zo mooi natuurlijk. Ja, precies. En u heeft een, nou ja, u mag bijna zeggen cabrio, want dat kan open. Ja, ook dat. Ja, nu nog een beetje mooier weer. Hè. Daar hopen we al de hele dag op. Maar dat komt helemaal goed, want tot nu toe is het helemaal droog. Ga er lekker van genieten en het leven is dat het landschap bekijken. Mooi koffietje achter. Citroën Trajan Avant C7 uit 1939. Hebben we hem helemaal goed? Ja, klopt. Kijk nou, dan ga ik tot nu toe nog helemaal lekker. Is hij nog helemaal origineel? Nou, bijna. Een beetje aangepast dat je iets sneller kan rijden. Oh ja, dat is misschien wel handig als je op de snelweg ook wil. Want er komt nu wel eens op de snelweg met deze auto? Nou, hij kan goed mijn droom in. Maar dan gaat wel iedereen toeteren en zwaaien en duimpjes omhoog, of niet? Ja, duimpjes omhoog.
Nou, dat snap ik wel met zo'n voertuig. Nou, ga lekker een rondje rijden door het mooie Medestad heen. En dank u wel dat jullie voor me zijn met Superweg. Wat voor een merk en type is dit? Het is een Cortina Mark II 600E Executive Estate. Nou, er zijn er maar 32 gemaakt. In Amsterdam 32 van gemaakt en weten we of ze allemaal nog rijden? Verbekend in de Stedenstraat. Wauw, one of a kind heet dat. En uit welk bouwjaar kwam je ook weer? 69. Uit 69, nou hij ziet prachtig uit. Helemaal goed. Nou, ga ervan genieten en rij een rondje rond. Dit is de enige nog, dames en heren, vertelt meneer. Een hele mooie Ford. Wat voor voertuig heeft u mee? De Saab 96. Zo is het, uit jaar? 1972. 72 en hij is... En uw bril? Uw bril. Ja, maar die is wel heel gaaf. Kunnen we ruilen? Ik heb ook nog een bril. Hij ziet er prachtig uit en de bril overigens ook, hè? Moet u vergeten, hè? Ga genieten van het Lelystadse landschap met de Saab. Een Datsun uit 1971. Maar die lak ziet er zo mooi uit. Hij 2018 compleet nieuw opgebouwd. Wauw, oh ja, ik zie het inderdaad helemaal tot op de bouten opnieuw opgebouwd. Helemaal opgebouwd. Heb je het zelf gedaan? Heeft u zelf in de hand gehad? Wauw, ja, dat is wel handig als u dan ook een beetje onderhoud moet plegen nu. Dan weet u in ieder geval waar alles zit. Bijna geen onderhoud nodig. Kijk, en zo hoort het, hè? Zo hoort het. Ga lekker rijden door het mooie Lelystad heen met de Datsun. En welkom bij de Nationale Oldtimerdag. Het is een triomfauto. Maar hoe heet die exact? Gompie. De auto heeft de bijnaam Gompie. Ja, onze auto's hebben een bijnaam. Heet Gompie. Ik dacht vroeger, Gompie is uit een poppenstelling. En ik dacht, vroeger hadden we zwart-wit tv en ik dacht, Gompie is bruin, dus ik kocht deze auto en daarom Gompie. Een spijtje dan. Een Triumph, waar gaat die Toledo? Kom een stukje naar voren rijden, start nummer 248 hier bij de Nationale Oldtimerdag. Van deze mooie Volkswagen, welk type heeft het? Volkswagen Karman Ghia, het ontwerp is van Ghia uit Berlijn en deze gebouwd bij Karman in Osnabrück en toevallig op 5 maart 1964. Dus hij is 60 gebouwd. En we zitten continent met de Volkswagen. Ja, Volkswagen. Het ziet er prachtig uit. En u zei het eigenlijk al, ja, het heeft wat onderhoud nodig natuurlijk. Oh, maar hij blinkt zelfs als er geen zon is. Ja. Daar zitten heel wat uurtjes in, denk ik, of niet? Nou, hij ziet er prachtig uit. Wat fijn dat u hier wilde zijn. Ga ervan genieten van het mooie Lelystadse landschap. De 20 of 40 kilometer rijden door Lelystad heen. 65, er zitten allemaal extra tellers op en allemaal dingen. Wauw, hij ziet er prachtig uit. En de miniatuur. Jawel, hè. Allemaal nodig. Ja, kunt u hem ondertussen ook bekijken als u hem. En een kompas, dames en heren, dat is ook wel heel erg handig. Dan kunnen we weer thuis komen, helemaal goed. Nou, we rijden mooi door de hele stadse landschap heen. U heeft geen startnummer. U bent de standhouder van de BMW 3.0 CSI. Klopt. Uit 1972. Wauw, 200 pk? Ja. Dat is serieus vermogen voor zo'n voertuig. En hij ziet er hartstikke prima prachtig uit. U onderhoudt hem zelf? Ja, zoveel mogelijk wel. Onlangs de klakstok gerepareerd. En die doet het. Die doet het. Wat fijn dat u er bent, dank u wel. Via de V-Hak zitten ze hier. Geniet ervan met de BMW. Kom een stukje verder, dames en heren. ID19, maar bijzonder is dat deze is in Belg. Hij is in België gebouwd. De Citroën fabriek daar, 1963. En de kleur is ook bijzonder. Ver olive, dat is een kleur die maar kort geleverd is. En ja, toch wel heel bijzonder is. En u heeft hem! En ik heb hem! En u mag mee gaan rijden door het Lelystadse landschap zo meteen. Geniet ervan en wat fijn dat u er bent. Kijk eens even, daar gaat hij. Een bijzondere kleur bij de afdeling raceauto's. Wat voor auto is dit? De Chevrolet Corvette C2 Convertible. Heerlijk zo met dit weer een beetje open dakje rijden. Ja, druppels ontwijken. Als je maar hard genoeg rijdt, heb je er geen last van. Uit welk bouwjaar is die? 65. Wauw, nou gaat u ermee door het Lelystadse landschap rijden en gaan wij genieten van het geluid. Vertel over deze mooie Jaguar. Dit is een Jaguar NK2. 65, dat betekent maar 64 met de 210 pk. Met hoeveel pk zegt u? 210. Oh, dat is ook serieus vermogen.
Ja, het is een normale motor, dus voor die tijd was het wel eerst. Zo, absoluut, absoluut. Is hij nog heel origineel? Nee, hij is gerestaureerd door de vorige eigenaar. Hij heeft er 10 jaar aan gewerkt. 10 jaar om hem opnieuw op te bouwen? Ja, dat is voor wie is het bouwen die zelf. Ja, dat doe ik alleen bij rijden, nee. Hartstikke goed, nou, ga er lekker mee rijden. Hij ziet er prachtig mooi uit. Dank u wel voor uw komst naar Lelystad. Kijk eens even. Van Volkswagen. Van Volkswagen. Hij ziet er prima prachtig mooi uit wat dat betreft. Heeft u er veel werk aan gehad om hem weer zo te krijgen of was hij al zo? Ik heb hem in de doos en krabben gekregen. Nee, helemaal zelf in elkaar gezet. Nee, ik heb zelf een garage bereikt, want de klant moet meebouwen. Heb ik besloten dat ik hem met grote klant had. Helemaal goed. Nou, hij ziet er prima uit. U heeft een prima garage als ik het zo zie. Heel veel plezier in het leven van de manschap. 35 jaar lang heb je het klaar geleden. 912, de arme luis Porsche. Nou, is dat zo? Ja, dit was de goedkopere Porsche ten opzichte van de 911. Dus de 911 was hartstikke duur en deze was een stuk goedkoper. Destijds. Ja, ik wilde net zeggen, dat is volgens mij nu helemaal anders. Ja, dat klopt. Uit welk jaar was die? Deze is uit 1966. Wauw, hij ziet er prachtig uit, deze Porsche. En wat fijn dat u naar Lelystad mee bent gekomen. Ga er lekker mee door Lelystad rijden. Okay, wat is dit voor een mooie auto? Dit is een Chevrolet Corvair Monza Wagon, een stationcar. Uit 1962. Onderdeel van de hele presentatie. We hebben Erin handig in bril bedankt. Dit is zelfs in Amerika is dit een hele zeldzame auto. Ze hebben maar 2 jaar de stationcar gebouwd. Dit is nummer 208 van 2362 die er maar zijn gebouwd. Wauw, en u bent de gelukkige eigenaar? Ik ben de gelukkige eigenaar. Helemaal goed, nou fijn dat u er bent. Ga lekker mee door Lelystad rijden. En wat ziet u er mooi uit, kijk eens eventjes. Daar gaat hij. Gaan we door naar startnummer 259. Ik ben de beste eigenaar. Wauw, en heeft u er heel veel werk aan of is het gewoon start te lopen? Nou, dit is start wel open, hoor. Ik wil er tegenaan, hè. Hij wil er tegenaan, zegt u. Nou, ga op de gang door het Lelystadse landschap. Daar gaat u dan. Holloway van Friesland. 2A uit 1963. En u heeft de bijrijder. Ja, dat is een 2CV AZ uit 1956. Daar doe je eigenlijk met 2 deelnemers tegelijk mee. Ja, ik dacht, joh, ik schrijf 1 keer in en ik zet het op 1 plekje neer. Heel slim bedacht van u. Nou, hij ziet er prachtig uit. Ga ermee door het Lelystadse landschap rijden. Dank u wel dat u er bent. Gaan wij door naar een Cadillac, dames en heren, met startnummer 201. Hij is in ieder geval heel lang. Uit welk bouwjaar komt hij? Hij is uit 1980. Wauw, hij ziet er prima mooi uit. Die binnenkant is, ja, ik moet het even omschrijven voor de mensen. Hout en leer, denk ik, hè, dat ik hem helemaal juist heb. Hout en leer en hij is... opnieuw gerestaureerd na een totale brand in 2014, 2015. Absoluut totaal losgeplaatst en helemaal weer opnieuw opgebouwd. Wauw, en dat is prachtig gebeurd, kan ik wel zeggen. Helemaal goed. Nou, ga ervan genieten in het Lelystadse landschap. Kijk eens even, zelf naar een brand kunnen voertuigen er zo uitzien. Kom naar de andere kant toe, want natuurlijk zit het stuur hier aan de andere kant van dit voertuig. Oh, wauw. Nou, meneer, ik ben heel benieuwd. Wat voor voertuig is dit? Dit is een Rolls-Royce Phantom 6 uit 77. En dit is echt de chauffeursauto, hè? Ja, zeker. Ja. En is eigenlijk minimaal om het achterin zo comfortabel mogelijk te maken. En er zit iemand met een enorme glimlach achterin, want die kan zijn benen helemaal strekken. Ik ben heel klein, voor stuk, maar het past allemaal lekker, hè? Het is een topautootje, zegt hij. Nou, helemaal goed. Dankjewel dat jullie er zijn. En wat is hier groot, hè? Oh, valt een auto. Hele mooie Rolls-Royce, dames en heren. Ook weer zo'n hele, ik vind het een hele mooie vleugels. Is dat ook de reden dat u dacht, deze wil ik hebben? I don't speak Dutch. Oh, you don't speak Dutch. It's a, you got beautiful wings on the end. And is that the reason why you bought this? Yes, it's 1916 and I love American and old cars. I can see that, and it's really beautiful. And American, not American, Dutch women. And Dutch women you like, and she's next to you. Yes,
is. Oké, thank you very much. Hij vertelt, ik ben verliefd op Amerikaanse auto's en Nederlandse dames. Ik stuur aan de goede kant. Maar wat voor Bristol is dit? Dit is een Bristol Brigand uit 1989. Hij ziet er ouder uit dan dat. En hoezo? Hij ziet er prima uit, toch? Ja, nee, dat zeker. Hij ziet er zeker prima uit. Maar nee, dit is een 5,9 liter V8 turbo. Het is een van de latere Bristols die gemaakt is. En ja, wij hebben er een 4 jaar op bezit. Met veel plezier. Dus, En veel werk aan? Nou ja, gewoon eigenlijk wel mee. De techniek is relatief simpel. Dus het zijn vooral oude kruisonderdelen. Dan kom je er wel uit. En, ja, hij rijdt af en toe wel wat. Maar als ik over een stuk kan je wat goed maken. Precies, en het is dus gewoon genieten, zeg Bristol. Komt u maar verder rijden met deze. En willen de voertuigen met 326 tot en met 370, althans dat startje, maar willen die alvast gaan klaarstaan bij hun voertuig? De marshals willen jullie heel graag laten oprijden. Dus ga niet zelf rijden, maar laat de marshals dat doen. Ja jongens, hij gaat als de brandweer, of niet? Jazeker. Wat voor een type is dit? Dit is een Buick. Een Buick van 1927. Wauw, en nog steeds rijden en hij heeft natuurlijk dienst gedaan als brandweerauto. En vanaf 1977 heeft hij altijd het brandweerauto verdiend. En toen hadden ze nog geen sirenes, maar dat losten ze toen nog even anders op. Hè? Laat u maar horen hoor. Gewoon met de bel. Nou, wat fijn dat u hier bent. Wat een prachtig mooie brandweerauto. Zo zien we ze niet veel meer, hè? Nee. Nou, gaat u er lekker mee rondrijden. Dank u wel dat u er bent. Bye bye. Ja, dit is een Amfica uit 1967, een auto die ook kan varen. En ja, er zijn er 4000 van gemaakt, maar nog maar 400 over. En u rijdt hiermee en vaart hiermee, want bent u al hier het water ingeplopt? Zeker, de Batavia. We hebben de eerste keer de mensen meegenomen en ja, het is echt letterlijk ervaring van hun leven. Het is gewoon een attractie deze auto. Wat fantastisch dat u erbij bent. En gaat u zo meteen nog een keer het water? Ja, we gaan half drie weer starten na de pauze. Voor de liefhebbers, dames en heren, om half drie zijn meneer, gaat hij nog een keer door de haven hierheen van Batavia. Hij vaart een Amfi-car. Wat een fantastisch voertuig. Leuk om erbij te hebben. Ja, eigenlijk is het een boot. Komt u verder. Komt u verder. Het staat alweer tot dat u er bent. Kan ik gelijk mijn haar doen in de laag heen? Wauw. Dit is een hartstikke mooie Mercedes, hè? Wat voor type? 850.000 kilometer gelopen. 850.000 kilometer en gewoon nog steeds starten lopen? Ja, het tweede motor zit erin, maar de K3,5 heeft 850.000 gelopen. Oh, daar gaat hij ook nog wel mee als het de tweede motor is. Dan kan hij nog wel een paar rondjes, hè? Nee, ik moet 1 miljoen halen. 1 miljoen gaan we halen. Nou, helemaal goed. Wat fijn dat u uw levensdoel bent gekomen. En we gaan er een paar kilometer bij opstellen als u het levensdoelverwantschap mag gaan vertellen. Gaan we door, ja, die Citroën, daar komt nog zo'n mooie Citroën. Iets anders van vorm. Dus hij zal ook wat, hij is een beetje uitgekeken, maar hoe heet dat kwartier? Sorry? Dit is een Breck. Een Breck, IDF. En uit dit jaar? 63. Hij ziet er prachtig uit, meneer. Mag ik dat zeggen? Ik ben geen jury, hè, dus ik mag alles zeggen. Nee, ik zit niet in de jury. Nee. Ik wil iedereen laten winnen, dus ze hebben mij uit de jury gedonderd. Dat snap ik nog wel, hoor. Fijne net. Wat leuk dat u er bent. Gaan we door naar de volgende situatie. 300 en... Een hondenauto. Een hoe? Een hondenauto. Heb je een hond ingevoerd? Kijk, de hond wil hierin, alleen één detail. Hij wil er nog niet in. En uit welk jaar dan is dit voertuig? Uit welk jaar? 1969. Uit 1969. Nou, hij ziet er prachtig uit. Ik hoop dat de hond er snel ook weer een keer wil. Ga ervan genieten terwijl we door Lelystad heen rijden. Gaan we door naar de volgende Citroën. Ik wil dat u aanwezig wil zijn. Kijk eens even de Citroën. Daar glijdt hij weg. Gaan we door naar de volgende Citroën. Kunt u mij dat vertellen? Een Traction Familial. Uit 1954. Wauw. En is deze nog helemaal origineel? Ja, dat is het. Ja, heel hoog, natuurlijk. 1954, natuurlijk is hij origineel. Rijdt u er heel veel mee? We hebben eigenlijk gemeten 3000 kilometer per jaar. Oh, heerlijk. Gewoon lekker toeritten maken. En toeren. En zo hoort het. Daarvoor zijn ze toch? En ook naar Lelystad, ja. En we zijn heel blij dat jullie er zijn. Dank jullie wel. Daar komt hij. 1967. En is dit zo'n auto die ooit een keer een boekje hebt gezien en gedacht, ah, laat ik eens een groot ben, wil ik die hebben? Toen ik 9 was, toen zat
een rode convertible ergens staan. En dat ik later was gesproken van de directie. In 1997 heb ik een deurkool gekocht. Die kon ik erin, maar heb je die zelf gerestaureerd? Nee, dat heb ik niet. Dus toen moest er een restauratieproject komen, dat was deze geworden, die voor een jaar te laat gekocht. En uiteindelijk in 2013 afgerond. En hij ziet er piek ver uit. Helemaal goed. Nou, dankjewel dat jullie er zijn met de Ford Mustang hier in Lelystad. Ga ermee. De Convertible inderdaad. Ja, dat is lekker makkelijk. Je hebt geen last van stof. Je doet het dak even open, je rijdt een rondje en dan is hij weer helemaal mooi schoon. Ja, mooi makkelijk. Hey, maar ik zie een Bentley jasje, hè, jongens. Hoe is dit? Professioneel. Ja, dat hoor. Nou, je ziet een prachtig mooi uit. Ga ermee door het Lelystad te landschap. Nou, daar komt u hoor. Het startnummer 320. Ik mag zeggen, de enige echte Matthijs, hier staat hij al. Ja, hij doet het hè. Uit welk jaar was hij ook weer? 2002 en hij ziet er prachtig uit. De echte Amerikaanse politieauto. Helemaal. Hij ziet er prima uit. Dank u wel dat jullie zijn. Ga ervan genieten. Daar gaat ie. Heb je helemaal goed? 9-11. 1960. Uit 1969 en 9-11. En het is een tallegoud nog, hè? Dat is het. Dat zou ik ook laten. We gaan wel genieten van de benen van de landschap. Het dakje houdt het weer even op voor de gelegenheid, zegt hij. We staan nummer 143 komen hier aan bij een, ja ik denk, maar ik gok hè, ik denk dat het een rallyauto is, klopt dat? Dit is een mooie auto van Romeo 1300 dan, GTE, van 72. En een auto waar veel rallies bij rijdt. Daar komt Romeo mooi in gereden in 2017, derde prijs gewonnen. Dus we voelen ons helemaal lekker met dit auto. Wauw, allereerst van harte gefeliciteerd, want het is een prima prestatie wat dat betreft. En ja, dit is echt genieten als je erin rijdt, hè? Ja, nee, absoluut. Dit is een auto die niet weg mag van mevrouw. Want ik heb nog twee halve's zitten. Ja, maar deze moet je houden. Maar deze moet je houden, die ziet er heel bijzonder uit. En hij wordt echt gebruikt voor het rijdwerk, hè? En daar gaat het om. Helemaal goed. Nou, dankjewel dat u er bent en ga ervan genieten. Zo dan, dat is rijden. Startnummer 323 hier. Nog één Porsche. Maar deze heeft toch een vorm iets anders. En wat voor type is dit dan? Dit is een 356A uit 1951. Oh, wat is hier mooi compact, hé? Ja, dat is een lekker wagen. Een lekker wagentje, ja, dat is een beetje in de stem. Het is een hartstikke mooie auto. En de lak is helemaal doorgetrokken in het dashboard. Ja, dat klopt. Anders laat ik het mee in de leer. Want dit is normaal gesproken. Hij is gecustomized, zoals dat mooi heet. Nou, helemaal goed. Nou, en gerestaureerd inderdaad. Ja, hartstikke goed gerestaureerd. Nou, ga ervan genieten in het Lelystadse landschap. Met deze mooie Porsche, onderdeel van de Porsche Club, hè, dames en heren. En dan gaan we nu eens even met deze Renault. Waar gaat u heen? Oh, we gaan een rondje. Oh, hij kan ons eigen afdraaien, dames en heren. Het is een hele korte draai, zeg. Oh, en dat willen we graag even demonstreren, zie ik. Een Renault! Met goede remmen. Hè? En de deur gaat deze kant op open. Wat voor Renault is dit? Dit is een Renault Catrice. Zo, uit 19? Uit 1955. En met een achterop een remorque monoroue. Dus een eenwielig aanhangwagentje. Kijk, dat is inderdaad de vertaling, een eenwielige aanhangwagen. Weet u dit voertuig al lang? Deze auto heb ik al ruim 30 jaar. Wauw, en rijdt er nog steeds met heel veel plezier in, zie ik, hè? Ja, zeker, zeker. Nou, helemaal goed, wat fijn dat u er weer bij bent. Ga lekker een rondje rijden door het mooie Lelystad heen. En kijk wel een korte draaicirkel, jongens, dat is wel handig. Kijk eens even, daar gaat hij. Ik denk dat hij hier gaat, met een hele... Even kijken. Hallo, het is een Renault, man. Wat voor type? Het is een Renault Fourcade. Uit 1955. Wauw, en hij ziet eruit als eentje van 2024, want hij is prima al nou, of niet? Zeker, zeker. Ja, dit is een speciale, dit is een voorloper. Het is een model 56. Eigenlijk bestond hij dus nog niet? Of het is een soort prototype? Het is een soort prototype. Hij stond waarschijnlijk in de
voor jou is er zo'n richting uit. Dat is speciaal met een blauwe die je jou niet wilt. Oh, nou hij ziet er wel echt uit hoor. Ik zou hem mooi houden. Ga er maar genieten en rijden met een mooie stad. Oh, kijk eens eventjes, een hele mooie lange draai. En als u nu de draai maakt met de Thunderbird, dan komt het helemaal goed. Kijk eens. Dobbelstenen aan de binnenkant. Ja, zo hoort het eventjes, hè. Nou meneer, het is een heel lang voertuig. U mag voor alle zekerheid nog even de type nummer zeggen en merk. Ford Thunderbird uit 1969, een hardtopcoupé. Om eigenlijk niet missen, hè? Want dit soort is unieke auto's, hè? Nou, uniek. Het was het model wat het meest gemaakt is toevallig van al die jaren. De 90.000. Dus zo uniek was hij niet, maar nu wel. Nu wel inderdaad inmiddels. En u heeft ook de originele Prusse dobbelsteen aan de binnenkant hangen. Dat is een nalevering. Een nalevering, maar niet minder mooi. Nou, ga er mee rijden door het mooie Lelystad heen. Dank u wel. Kijk eens. En die draai haalt hij net. Ja, dan kan je wel heel lang zijn, maar dan kun je nog steeds heel goed ermee kunnen studeren. Wat goed, dan gaan we even naar de volgende start. 404, type B. Type B, uit 1951 is het goed. Oh. Wauw, en ik zie achterin, allemaal onderdelen, die horen origineel bij. Niet helemaal. Oh. Maar ze staan wel prachtig erin. Ze horen erbij, ja. Helemaal goed, nou fijn dat u er bent. Ga lekker door Lelystad heen rijden met een mooie Volvo. 444 is het type nummer. 60 zien wij hier een hele oude, prachtige auto aankomen. Jazeker, ja. Een Austin. A35 uit 1957. En wat het bijzonder is, het vuur zit aan de linkerkant. Ja, deze is in Denemarken geleverd. Dus gemaakt voor de Europese markt. Ja. Dat is handig. Nou ja, handig. Ja, het is wel fijner dan links rijden, of niet? Ja, dat is fijn. Ja, rechts kan ook, maar dit is fijn. Snap ik helemaal. Nou, hij ziet er prachtig uit. Ga ervan genieten in het Lelystadse landschap. Kijk eens even. Speciaal voor de Deense markt is deze auto gemaakt. En daarom zit het stuur dus aan de linkerkant. En niet aan de rechterkant, wat je eigenlijk zou verwachten. 66 komt voorgegleden. Een prachtige wieler, dames en heren. Even kijken. We gaan even vragen aan de ID-eigenaar wat voor type het is. Uit 19. En hij is nog heel origineel of is hij een beetje gerestaureerd? Hij is een klein beetje gerestaureerd. Hij ziet er heel erg prachtig uit na die restauratie. Helemaal goed. Nou, dank u wel dat u er bent. Ga een rondje rijden in Lelystad. Misschien wat langs de voertuig. Zou goed kunnen. Gaan we dan. Met een mooie draai komt hij hiervoor gegleden. Ja, een Thunderbird. Dat klopt helemaal als ik dat zeg, hè? En hij is 1960. Ja. En hij is van 1968. En ook in uw bezit sinds die tijd? Nee, ik heb een Lila. Oh, wauw. Zoni is vanmorgen geweest. En met die Dodge Brothers, nummer 4. Ah! En u dacht, nou dan ga ik met deze. Lekker. Dus ik ga rijden. Helemaal goed, gaat u rijden voordat hij... Nou ja, het kan gebeuren, maakt niet uit. We starten ook gewoon opnieuw kan. En dan gaan we rijden, want ja, stationair lopen is te lastig bij sommige auto's. En dat komt uit die tijd, dat is nou helemaal zo. Dat hoort er een beetje bij. We gaan hem opnieuw starten. De Thunderbird. Kijk, hij loopt weer. De Ford Thunderbird. En daar glijdt hij weg. Het gaat weer. Kijk eens even met een prachtige hoed. Komt u de uiterlijke reden te laten zien? Ja, lijkt me zien. Komt maar. Help ik een beetje. Hij rolt wel een beetje weg, maar blijft gelukkig staan. Wauw. Daar komt u maar langs deze kant. Kunt u zich goed tonen aan de jury. Even een rondje lopen. Ja, nee, tuurlijk. Het is ook wel even lekker, hè, een rondje lopen. Ja, kleding telt ook mee, hè? Voor de mensen denken, waarom stappen ze af en toe uit? Kleding telt mee in de punten. Maar wat voor een auto hebben we hier voor ons staan? Dit is een Cadillac de Vier Convertible. 1967 en hij ziet er prachtig uit. Weet je ook hoe lang die is, of niet? Nee, sorry. Hij is heel lang.
Hij is anderhalf parkeerplek, laten we het zo noemen. Helemaal goed. Fijn dat u er bent en ga lekker een rondje rijden door het mooie Lelystad heen. Dank u wel. Gaan we door naar start nummer 379. Kijk even. Ja, als ik mij niet vergis, is dit een Chevrolet. Heb ik dat tot nu toe juist? Ik word bijna beledigd, meneer. Wat is het precies? Het is een Cadillac van 1958. Wauw, en wat is het type aanduiding? Dit is een sedan review. Wauw, en hoe lang is het? Weet u dat? 5,85 meter en dan wordt het toch ook meneer. Ah, kijk eens even, u bent samen en komt toch met verschillende auto's. Ja, ik ga jij maar met deze kruimen en lekker met deze. En hoeveel staan er nog thuis of heeft u er 2 in totaal? Wij hebben er 4 in totaal. Wauw, echt een passie dus, hè? Kan niet anders. Ja, uit de hand gaat gewoon niet. Nou, ze zien er prachtig uit. Heel veel plezier! Gaan we door naar start nummer 348. En zo leren we nog wat van al die mooie auto's. Wij gaan door naar de afdeling Mercedes. En dan wel het type Mercedes. Een 170 en uit welk bouwjaar komt hij? Uit 1953. Dat is een diesel. Een dieselauto? En dat is niet heel gebruikelijk? Wat is dat? Is dat niet heel gebruikelijk voor de Mercedes, de dieselmotor? Ja, dat was eigenlijk uniek toen. Wauw, nou hij loopt ook mooi hoor, die diesel. Helemaal goed. Nee, het is niet zo duur. Nou, wel, tegenwoordig. Geniet ervan! Leuk dat u er bent. Trotse eigenaren van auto's, hartstikke mooi. Het staat nummer 350, komt hier voor de volgende Mercedes met een fantastisch mooie hond als bijrijder. Wat voor Mercedes is dit? Dat is een 70 DX. Uit jaar? 1952, maar de ambtenaren hebben zich vergist op kentekens van 51. Dat kan niet, hè? Ambtenaren vergissen zich niet. Oh, ik hoor het al. Helemaal goed, leuk dat u er bent. En fijn dat ik nu een auto gezien heb, want ik heb hem straks gesproken hebben. Gezellig. Fijne rond, dit. Daar gaat hij. Eens even kijken. Daar komt de Peugeot, meen ik, aangereden. Die heb ik helemaal niet uit. Maar welk type Peugeot is dit? Dit is de 203 Sedan. 1958. En hij is goed gepoetst. Ja, goed, hè. Ik heb een schoonvader. Dat kan niet heel erg goed. Mocht hij iemand nodig hebben, dan kunnen ze zich melden bij de schoonmaak. Ja, hij heeft er nog 3 rijden. Ja, en de jury heeft een heel bijzonder bezoek, want die zegt, kunnen ze misschien uitstappen om ook even de kledij te tonen. Oh, kijk, hij wordt vakkundig even in neutraal gezet. Komt u er even uit, lukt dat? Dat ze hem even op de handrem ook zetten. Kijk eens even, ze nemen de gelegenheid, jury, ze komen eraan. En een mooie buiging erbij. En de deur gaat tegengesteld open, hè, dames en heren. Dat is ook bijzonder om te zien. Kijk eens, en een mooie hendel om hem weer dicht te trekken. En dan sturen wij nu heel graag het Lelystadse landschap in. In de versnelling van de handen af en daar gaan we weer. Veel plezier met de Peugeot. Wat goed. Denk ik. Maar ik zie hier allemaal hout. Is dit allemaal aan de buitenkant echt hout? Désolé, je suis français, je parle pas néerlandais ni anglais. Oeh, dat wordt heel erg lastig, want we spreken alleen Frans en geen Engels en geen Nederlands. Maar het is een prachtige voertuig. Hij ziet er prima uit. Bye bye! Ik denk niet dat het misschien raadzaam is dat we vragen of de deelnemers even willen uitstappen. Ja, ik zie de jury gebaren. Komt u er maar even uit als het kan. Kijk eens. Oh, de dom van de camera. Gelukkig is het alleen de dom. Kijk eens even. Komt u samen hier aan deze kant voor de jury staan en aan die kant voor het publiek. Kijk eens even. U krijgt applaus. Ha.
vragen aan de eigenaar van het voertuig. Wat is het eigenlijk voor een heel mooi voertuig? Daimler, een Hooper, handgebouwde auto, houten carrosserie, met 1954, 60 jaar oud, deze maand. En met een 3,5 liter motor. En de vlaggetjes voorop, waarvoor dienen die? Zijn de familiewapens. Ja. Wauw, uw eigen familiewapen erop. Nou, u mag er wel trots op zijn en u ziet er ook prachtig uit in de kleding. Had u al applaus gehad? Nee, hè? Nog niet? Doen we gewoon nog een keer. Wij wensen u een hele fijne rit door Lelystad heen. En wat fijn dat u weet en wat een mooie details voor haar leven. Ik ben zo blij dat ik geen jury ben, want volgens mij is het hartstikke moeilijk kiezen zo. Ja, en dan vragen we aan de deelnemers met 4,15 tot en met 4,50 of zij alsjeblieft bij hun voertuig willen gaan staan. Want ja, het moment is daar dat u zo meteen mag oprijden als de marshals u informeren. Terwijl we zwaaien. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Wat een prachtig. Daar komt het voertuig. You have to go to the right side. Goedemiddag. Deze is ook niet klein. Wat rijdt u voor de auto? Dit is een Rolls-Royce Silverado 2, Herald Country. Dit is een uitgewerkt weekend om naar de landgoed te rijden. Dus kan erin slapen. Je kunt erin slapen, zegt u. Ja. Ik zou bijna zeggen, laat maar kijken. Daar is vandaag geen tijd voor, helaas. Maar het is een prachtige auto. Uit welk jaar komt deze auto? 1959. 1959, nou geweldig. Blijf ervan genieten. En gaat u de rondrit doen? We gaan nu een stukje rijden. En dan gaat u mee. Geweldig. Heel veel plezier in Lelystad. We gaan weer naar Lelystad. Een Plymouth. Kunt u het nog een keer herhalen? Het is een P6 uit 1936, een business coupé. En waar komt deze oorspronkelijk vandaan? Uit Midden-Amerika. Midden-Amerika, geweldig. En hoe lang is deze auto al in de bezit? 6 jaar. En hoeveel kilometer per jaar rijdt u er ongeveer? 2500 max. Nou, ik wens u heel veel plezier met de rondrit. En graag tot volgend jaar. Volgens Matthijs zit daar het stuur aan de verkeerde kant. Ja. Hij zegt elke keer als hij rechts zit dat hij aan de goede kant zit. Maar wat is dit voor een rode oliebol? Het is een voorkant, het is een derde. En waar komt hij vandaan? Uit Duitsland, Leven. En hoe lang is hij al in uw bezit? Ja, twee weken. En heeft u er veel aan moeten knutselen? Nee, niet zoveel. Ja, normaal onderhoud, hè? Ja, de olie moet rusten. Dus gaat altijd met schouw in. Maar hij is nog helemaal in originele staat? Nee, een jaar of 45 geleden. Ja, hier worden we heel. Volgens mij kunnen we hier een heleboel inzicht uit. Goedemiddag. Wat een prachtig grote auto. Het lijkt bijna een bus. Maar vertel eens, wat is dit voor een auto? Het is een P2. Een feestje dus. Een bescheiden feestje. Hoeveel mensen kunnen hier in totaal in? Ik kan zo bij een stuk of 9. Dus 9 mensen kunnen hier in. Nou, of je gaat er met z'n tweeën in, heb je inderdaad zo'n bed als ik het meneer vertelde. Haha, daar is mijn best voor door het, zegt meneer. Gaan jullie de rondrit rijden nu? Veel plezier nog. Dames en heren, voordat ze vertrekken door. Kijk eens, voor de jury was dit een prachtig rondje.
Fijn dat jullie zijn. Wij gaan gauw door met Zwekker met 388. Je mag voorkomen dat hij hier voor de jury zult zien. Zo, nou dat ben ik heel erg benieuwd. Wat van goed uit is dit? Een Borgwerker. 1959. Borgwerker. Isabella, hoeveel ik daar weer mee? Kijk, en dat was de volledige versie inderdaad. Hoe lang heeft die man? Een jaar of zes. En start te lopen of heel veel werk aan steeds? Ja, het is wel werk aan, ja. Ja. Dat is leuk, hè? Dat is de hobby. Helemaal goed. Nou, ga gauw rijden door het mooie Nederlandse landschap. En wat fijn dat u er bent. Gaan wij door naar nummertje 396. En ik geef een beetje gas van dames en heren. En wat voor eentje is er? Ik zie hier helemaal niet. Skylark. Een Skylark inderdaad. Helemaal aangepast op het interieur en gezellig de hond bij. Oh, gezellig dagje uit met z'n allen. Helemaal goed. Nou, ga lekker rondrijden door deze stad. Veel plezier. Nummertje 385 maakt haar opmaak hier voor de jury. Kijk eens even om te laten reden. In een mooie ruime bocht. Kijk eens even. Ja, nou vertel het maar, wat voor mooi voertuig is dit? Super Bel Air, 1953. Helemaal origineel? Meestal wel. Ja, zijn wat aanpassingen aan het rijden. Om hem nu nog te kunnen laten rijden? Gewoon iets lager. Ja, precies inderdaad. Ja. Met nog het originele kompas erin, zie ik. Dus dat is wel heel gaaf dat dat bewaard is gebleven. Helemaal goed. Dank jullie wel dat jullie zijn en heel veel plezier in deze stad. Naar start nummer 409. Homer, u hoorde het, hè? Homer, zeiden ze. Welk merk is dit? Dit is een Ford Anglia. Een Ford Anglia uit 1964. En nog helemaal origineel. Ja, ja. Maar we komen hier voor de 38ste keer. Wacht even, dit is de editie 38ste keer, hè? Dus we zijn alle keren geweest. Maar niet bij deze en steeds met een ander? Met een Ford Perfect Bar. Wat fijn dat u alle 38 edities bij ons bent geweest. En als we nou volgend jaar weer hebben, komt u dan weer? Tuurlijk, ja. Als we weer dan over de hoek inderdaad, hè? Helemaal goed. Nou, wat fijn dat u er weer bent. Voor de 38ste keer hier te gast bij de Nationale Oldtimer. Hoeveel nou heeft u? De Calvino voor die, ja, 1960. Wat mij opvalt zijn de gordels, want dat zijn racegordels, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ja, we rijden ook race mee, dus vandaar dat hij iets robuuster is uitgerust. Ja. Hij ziet er prachtig mooi uit. En nou, dan gaat u ook wel door het Levenslandse landschap rijden, neem ik aan. Ja, we gaan 40 kilometer doen. Ja. Helemaal goed. Nou, heel veel plezier in Levenstad. Fijn dat u er bent. Kijk eens, daar gaat hij. Moet u nu over de Vega komen? Dan moet ik aan de andere kant natuurlijk zijn. Hè? Oh, heeft daar ook nog een plaatje 412. Dat is handig. Ja, nou vertelt u maar. Dit is een voertuig dat we niet alledaags zien. Kunt u er wat over vertellen? Ja, dit is een Armstrong Siddeley Hurricane uit 47. We zijn hier met de Armstrong Siddeley team. De auto's, twee auto's hierachter zijn ook van de Armstrong Siddeley team. We staan dit jaar, het merk bestaat 105 jaar. En de club bestaat 35 jaar. Dan komen we hier het meeste vieren. Fijn dat u een feestje bij ons kon vieren. Ja. Helemaal goed. Nou, het ziet er allemaal prachtig uit. Ik zou zeggen, geniet van het Levenstadse landschap. Gaan wij door met de volgende. Volgende jarige, moet ik dan haast wel zeggen. Even kijken, dan mag ik aan deze kant op de vraag. Met Armstrong Siddeley Siddeley. Uit 1953. Ook onderdeel van de club van de week hiervoor, hè? Ja, onderdeel van de 35-jarige club. Van harte gefeliciteerd, ook voor u. Helemaal goed. Ga lekker door de Levenstad heen rijden. Zo. Goedemiddag. Nou, goedemiddag is het zeker, want u heeft een heel prachtig voertuig. Wat kunt u erover vertellen? Nou, Armstrong Siddeley heeft een auto 52. Ik heb dus 32 jaar in bezit. En we hebben gewoon heel veel mee. Het is gewoon een hele prachtige auto. En genieten, hè? Ja. Dat kan ik zien aan u. Dat is hartstikke leuk om te zien. Hartstikke goed. Is het gelukt met filmen, meneer? Nou, dan ga ik ook jullie van harte feliciteren met de club. En ga lekker rijden door het Levenstadse landschap. En dan hoop ik dat het volgende voertuig voor wil komen met de stad. Wat heeft u mee? Het is een Alfa Giulietta Spider.
1960. Ja, wat in al die namen wat u zegt, kunnen ze tegenwoordig ook nog kopen, toch? Alleen niet zonder het patroon. Niet zo mooi ook als deze, hè? Nee, ik vind ze tegenwoordig ook heel mooi. Mooi antwoord. Nou, ga lekker door Lelystad heen rijden. Want als u hard genoeg rijdt, dan bent u net voor de druppels. Kijk eens. Wat voor voertuig is het? Een Volkswagen Camry 69. 69, is die nog helemaal origineel of is die gerestaureerd? Nee, er is van alles een aantal kanten aan. Dus niet echt origineel. Maar hij ziet er perfect uit volgens mij. Nou, dat vind ik ook. Ik ben geen jury, maar ik vind hem ook. En ik vind hem er ook perfect uitzien. En het belangrijkste is dat hij lekker kan rijden, toch? Ja, helemaal goed. Nou, we gaan een mooi ritje door Lelystad heen maken. En wat fijn dat u hier bij de Oldtimerdag bent. In Lelystad. Ja, en dat is voor mij de druk, dus toch een dochter aan. Dit dan? Karmagia. Ook al? Ook al, ja zeker. 1968. 68, en wat ziet hij er goed uit? En rijdt hij lekker? Hij rijdt lekker. En het is een originele Nederlandse auto, ongerestaureerd. Ongerestaureerd. Dus zo kwam hij destijds. Zo kwam hij uit de fabriek. Hij zo kwam hij uit de fabriek. Nou, hij ziet er prima prachtig uit. Wat fijn dat u bij ons bent. Een goede rit. Gaan wij door naar startnummer 424 hier. En wat voor type oma hebben we hier? 1968. Wat is die mooie laag aan de grond? Dat ligt lekker in de bocht, of niet? Zeker. Met een kaart inderdaad. Maar dan met een dakje, hè? En dat is wel lekker weer dit weer. Helemaal goed. Fijn dat u er bent. Ga ik een rondje rijden. Kijk eens, en dan komt het 432 een DAF aangereden met mooie bloemetjes. Op het dashboard, zijn ze echte bloemen? Nee, we horen erbij inderdaad. Een DAF Odile, hè, uit 19? 62. Wauw, wat ziet u er prachtig uit. En de hoeveelste keer is het dat u in Lelystad bent bij ons? Niet weten, wel die zesde keer geweest al. Het is al heel vaak, hè? En we vinden het zo fijn iedere keer als u er bent. Helemaal goed, dank u wel. Veel plezier, hè? De DAF Odile. Oh, ik hoop er mijn paraplu niet uit. Kijk eens even. Ik hou hem stevig vast met startnummer 425. Kijk eens eventjes, dames en heren van de jury. Hij ziet er prachtig uit. Wat van auto is dit? Dit is een Renault 16 TA uit 1969. En TA betekent transmission automatique. Zo is het. Dat betekent dat we automatisch hoeven niet te schakelen. We hoeven niet te schakelen, we rijden als een vorst. En zo is het, rijden als een vorst. Nou gaat u gewoon door het Lelystadse landschap als een vorst. Prima, prachtig mooi. Renault 16 TA. Zo, nou dan gaan we verder. Met startnummer 433. Ja, nee, wat voor voertuig heeft u mee? Nou, dit is een Matra Bonnet Jack. Uit 19? 66. Volledig origineel of niet? Hij is volledig origineel. Hij heeft 50 jaar in Amerika in een schuurtje gestaan. En we hebben hem net wakker. Net wakker? U heeft dus wat moeten we restaureren onder de motorkap? De techniek is helemaal aangepakt, ja. Helemaal goed. Nou, hij ziet er inderdaad prachtig mooi. Is dit dan zijn originele barnfind, zoals ze dat noemen? Ja, dat is natuurlijk een Amerikaanse vinding, de barnfind. En hij komt daar vandaan en hij is zo genoemd. Wauw, dames en heren, een echte heuse barnfind hier in Lelystad. Hij stond in de schuur, daar hebben ze hem vandaan gehaald. En een beetje motorisch aangepast, want ja, dat was wel nodig. En vervolgens rijdt hij hier door Lelystad bij de 38e editie van de Nationale Oldtimerdag. Hey, u bent weer helemaal wakker gelijk, met die knallen. Ja, dat is echt zo. Hop. Kom voorrijden, startnummer 406. In deze plaatsen we een beetje buiten, dames en heren. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Wat het. Ik hou even de paraplu weg, want ik wil niet uw auto raken. Ik ga gewoon in de regen staan voor u. Wat voor voertuig is het? Ik heb een geraf uit 1957. En de dienstas? De allerlaatste voor vandaag, dames en heren. Ja, jury. Dat was het dan, hè?
We hebben alle vliegtuigen die hier weg gehad. Zo, het was dan weer de Nationale Oldtimer Dag in Lelystad. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Wij gaan weer naar huis. Hoi.